running back to you, running back to you. I'll come running back. You can call my name, and I'll come running back to you, running back. I'll come running back to you. Leuk dat jullie allemaal kijken naar deze gloednieuwe livestream op mijn kanaal. Het is vandaag vrijdag 19.00. Dat betekent dat we even een gloednieuwe livestream gaan doen en een super spannende ook. Want ik heb namelijk een berichtje gekregen dat ik iets heb gekregen in mijn brievenbus. Ja. En ik wil echt weten wat dat is. Ik heb dus iets in mijn brievenbus gekregen, maar ik weet niet wat. Dus we gaan zo meteen gelijk even op mijn topia. Dus knal natuurlijk zeker even op dat blauwe duimpje omhoog. En ik schrok me kapot. Ja, sorry. Ik ben even net iets enthousiast, hè. Ik ben gewoon super enthousiast, want ik wil weten wat er in mijn brievenbus zit. Ik weet het niet. Maar ik in ieder geval, ik zie Sandra, Badboytje zie ik in de chat. Ik zie Empriori, zit ik in de chat. Ik zie Constantin, zie ik online in de chat. Ik zie The Dutch Gamer, ik zie Sam Scholten, ik zie Simitaino. Eerst liken, dan kijken, precies dan. Ik zag ook de nieuwe chatmod in de chat, super tof. Linipower is er ook. Elina is ook erin. Dus ik zou zeggen, klik zeker even op dat blauwe duimpje omhoog. En abonneer natuurlijk zeker even. Maar in ieder geval, we gaan even op Mytopia. En dan kan zo meteen een spannende muziek op. Heb gelijk, super tof. Leuk dat jullie allemaal bij komen. Deel natuurlijk zeker even de stream op Instagram, Twitter, Hives, Facebook. maakt niet uit. Doe het lekker op YouTube, maakt niet uit. Deel natuurlijk zeker dus even de stream. Met je zwerver en zo, wat ik elke livestream zeg. Met je zwerver of iemand die naast je huis woont. Of je buren of je vrienden of je... Zo enzovoort. Maar... We kunnen... De spannende muziek opdoen. Want... Dat ga ik jullie uitleggen. Ik ben nu in de Kaap en ik heb mijn jachtseizoenkleren eraan. Laat ik die even uitdoen, want het wordt misschien wel even spannend. Dat wordt het zeker, want ik heb dus iets in mijn brievenbus gekregen. En kreeg ik een berichtje van iemand die zelf ook op het plot zit volgens mij, nog steeds. Bendert. Mijn oude vertrouwde vriend, Bendert. Daar kreeg ik een berichtje van. Ik heb in de zit wat in je brievenbus. Check dat eens. Oké. Heb ik hier zin in om dat te openen? Geen idee. Weet je wat, ik moet dit wel even goed opleggen. Want dit is namelijk nog een jachtseizoenpakje. Dus ik moet dit even goed opbergen. Anders gaat het weer helemaal fout. Zo. Ik heb trouwens al die spullen nog wel. Ik ben trouwens ook uit de prison gekomen. Afgelopen video. Moest ik een dagje meelopen met een guard. Al deze dingen moeten even weg. Zo. Oké, we hebben hier allemaal nog eten en zo. Dat is wel belangrijk. Oké, water hebben we nog. Even water drinken. Dat is goed voor je fitheid. Oké, leuk dat jullie erbij zijn. Deel natuurlijk zeker even de stream. Maar in ieder geval voor de mensen die er nu bij komen... of die je terugkijken, de livestream. We gaan dus nu in de brievenbus kijken. Want Bendert zei tegen mij... Er zit wat in jouw brievenbus. Hij heeft toch ook niet bij verteld wat dat was of zo. Trouwens, mijn speedboots zijn bijna kapot. Echt zwaar. Stom. Ik kan hem ook niet repareren, omdat ze rood zijn. Ja, wel stom. Maar ach. Oké, in ieder geval. Ik moet dus gaan kijken.
wat er in deze brievenbus zit. Dus knal natuurlijk zeker even op de blauwe duimpje omhoog. Knal natuurlijk zeker even op de blauwe duimpje omhoog. Leuk dat je kijkt, Fenna. Was jij niet in Indonesië? Beetje ge... Oké, in ieder geval. Leuk dat jullie allemaal bij zijn. Jullie zijn bazen. En we gaan nu het... Ja, ik wil het eigenlijk niet eens openen. Straks zit er een bom in of zo. Nou, ik ga het gewoon openen. Wat maakt het ook? Wat? Ligt het dak eraf? Oh, huh? Dikke beuk. Kijk, nu zit het dak er weer op. Ik dacht, wat? Dat lijkt net alsof het dak eraf was. Oké, even afleiding. Ik moet eerlijk zeggen, dit vind ik wel even spannend. Maar oké, het is maar een kist. We gaan even openen. Oh, drugs. Is dat het? Is dat het maar? Serieus, is dat het maar? Nee, Thailand. Het is hier drie over twaalf. 3 over 12. Het is hier niet 3 over 12. Het is hier 7 uur. leuk dat je kijkt, Fenna. Aan de andere kant van de wereld. Maakt niet uit. Veel plezier. Maar wiet, dat is het toch niet? Alleen wiet. Wat maakt wiet nou uit? Een bol. Nou, kan ik stekken. Hoppatee. Iris, leuk dat je kijkt. En leuk dat jullie allemaal kijken. We gaan straks weer even een naamrondje doen. Dus knal natuurlijk zeker even de blauwe duimpje omhoog. Want dan kunnen we straks weer even een naamrondje doen. Alsjeblieft, sollicitatie, gang en zo. Ja, dat komt allemaal nog wel. Want ik ben daar echt druk mee bezig. Met allemaal gekke dingen. Met een gebouw aan het maken. Met mijn geld. Om daar een drugsplantage te beginnen en zo. Maar ja, dat kost natuurlijk even tijd met de bouw en zo. Wat is dit dan? Wat is dit? Het Fury News brengt iedere week een nieuw item. Dit is toch... Wat bedoelt Sander dan? Dat wiet of is het dit? Waarschuwing 1. Inspectie. Ja, leuk. Ik heb gewoon dit boekje ingeleverd. Leuk. Oké. Dit lees ik straks wel even. Want dat zou echt bullshit zijn. Want ik heb... er was namelijk een activiteitscheck. En die heb ik ingeleverd. Daar heb ik zelfs een video van gemaakt. Omdat de volgende keer dat ik een beetje weet met... Wat is dit? Hallo Sierra Error. Maar in ieder geval, even om heel erg snel terug te komen. De vorige keer is dus mijn fabriek ingenomen. Een paar maanden terug. En ik had gewoon die activiteitscheck gewoon ingeleverd. En nu alweer. En nu krijg ik alweer zo'n boekje. Waarschuwing 1, omdat je niet je activiteitscheck hebt ingeleverd. Nou, die heb ik wel ingeleverd. Ik heb zelfs een video van gemaakt. Dus als ze het niet geloven, kan ik mooi die video laten zien. Maar maakt niet uit. We gaan... sorry, even mijn frustratie weg, toch? Even mijn frustratie. Oké, in ieder geval. Hier staat Hallo Siri Error. Je hebt het weer verprutst. Heb ik het weer verprutst? Wat heb ik verprutst? Ik moet even goede spannende muziek uitzoeken. Hier, kijk. Deze. Ja, dit is wat ik zoek. Oké. Je hebt het weer goed verprutst. Wat heb ik goed verprutst? Maar goed. Je krijgt nog één kans om het goed te maken. Van wie zou deze brief zijn? Van mijn informanten. Informanten. Ik weet niet zo goed in Nederlands. Maar informanten. Heb ik begrepen dat er iets gaande is in de area. Area 42. Area, puntje, puntje. 42 of zo. Aan jou de taak uit te vinden wat. Succes. Z2Z. Ik dacht al, van wie is dit dan? En een van mijn insiders zal je helpen. Insiders, jongen, dit kan ook maar één type, hè? Dat is MBM. Je komt dit vanzelf tegen. Succes. MBM. MBM. Oké, laten we dit nog één keer lezen. Hallo Zero R, puntje, puntje. Je hebt het weer goed verprutst. Ja, klopt, omdat ik ben gepakt toen met die soldaten. Maar goed, je krijgt nog één kans om het goed te maken. Oké. Van mijn informatie... Want ik kreeg nog een opdracht, Venom. Hij zei tegen mij namelijk dat ik een opdracht kreeg om mijn naampje, die oranje was, aan te passen. Maar mijn naampje is al aangepast. Dus ik denk dat het gewoon is... heel bedankt voor je abonnee. Teunert P. Ik moet helemaal aan de andere kant van het beeldscherm zijn om dat te zien. Sorry. Maar in ieder geval... nu alweer. Darla, heel bedankt voor je abonnee. Super tof. Je bent de baas. Jullie zijn allemaal baas trouwens. Leuk dat je kijkt. Klik natuurlijk zeker ook even op het belletje. Dara en de anderen nog. Maar in ieder geval... ik kreeg toch een opdracht van MBM. En die heb ik dus nu gekregen. Een van mijn insiders zou je helpen. Oké, dus er staat iemand bij dus te helpen bij de area. Je hebt bijna de 8500 abonnees. Ja, ja. Want als ik de 8500 abonnees aantik, kijkers. Wie weet dat we dat vandaag nog kunnen aantikken. Denk het persoonlijk niet. Dan gaan we een giveaway doen. Dus stel je voor. We krijgen nog... Even rekenen hoor. 36 abonnees erbij. Dan gaan we deze livestream nog een giveaway doen. Dan kunnen jullie aan meedoen. En dan kunnen jullie een maand Mytopia winnen. Dus abonneer zeker even snel. Sandra, heel erg bedankt voor je abonnee. Klik natuurlijk zeker even op het belletje. Maar, ik zou zeggen, deel natuurlijk zeker even de stream. Want dit wordt echt... Oh, ik hoor de tackle tijger.
Leuk dat jij er bent. Klik natuurlijk ook zeker even op dat belletje naast de abonneerknop. Maar in ieder geval, om even snel naar het... Bruut, heel erg bedankt voor jouw abonnee. Klik natuurlijk zeker ook even het belletje. Even rust. Oké. Okay. Oké, okay, in ieder geval. We hebben dus een taak gekregen van NBM. Om naar een insider te gaan. Om naar de Area 42 te gaan. Waar ik al een jaar niet meer ben geweest. Waar ik eigenlijk best wel zin in heb om daar naartoe te gaan. Want ik weet niet wat er is veranderd en zo. Maar, mijn pinpas, oh lol. Oké, maar in ieder geval, we moeten dus even andere kleren aantrekken. Want we moeten dus naar de Area 42. Even de stream delen, super tof, Fanny. Wie weet kunnen we nog de giveaway doen deze stream. Dus abonneer zeker ook even, dan. Oké. Rick van den Berg, heel bedankt. Of van den Berg. Oké, maar we moeten dus even goede kleren aan doen. Want deze kleren, deze zijn al bijna kapot. Knal Gaming, heel bedankt voor je abonnee. Ja, ik heb hier zo'n statief. Dus het zit even een beetje in de weg. Maar ik kan ze wel oplezen hoor. Super tof dat jullie allemaal zijn geabonneerd. Als je abonneert, kom je dus ook in beeld. Oké, maar in ieder geval. Even hier wat water meenemen. En wat speedbeer, hebben we dat? Jump boost, dat neem ik ook even mee. Wie weet dat het goed van pas kan komen. Een maskertje van Groans. Die is ook al heel oud trouwens. En... Kevin, Team EGS. Ja, Team EGS, hè? Vet. Gisteren kwam er ook een video online van mij. Maar oké, in ieder geval. EGS. Oké, maar in ieder geval. We moeten even sterke kleding aandoen. Gewoon de Red Glow kleding. Die ligt beneden, trouwens. Ik ben echt met de stomme kop ga ik gelijk naar boven, maar... maar in ieder geval, ik ga niet deze speedboots aandoen, want ik weet al wat er dan gebeurt. Ik ga hartstikke kapot, want ik kijk maar die Dura, die kunnen nog maar 22 damage pakken. Vind ik een beetje zonde. Ik gebruik het dan liever voor jasseizoen, toch? Deze moet even open, als dat lukt. Oké. En dan... Nee, die zit niet hierin. Waar zit die? Ja, hier. Kijk eens. Oh, hè? Lol, hier heb ik ook nog één. Maar oké. Pak je aan. Hoppatee, kijk hoe sexy ik eruit zie met mijn rood. Het ziet er wel goed uit, toch? Ja. Oké, maar in ieder geval. Knal natuurlijk zeker even op dat blauwe duimpje omhoog, want dat gaat super spannend worden. Het ripje greenscreen. Ja, mijn greenscreen die is opgevouwd. Maar nu komt een leuk verhaal. Mijn greenscreen die is te klein. Dus dan zie je zeg maar dit van mijn lichaam. En dat, ja, dan zie je zeg maar, ja... Dat is, het is een beetje gek. Dus hij hangt er, zeg maar, daarvoor niks. Maar in ieder geval, oké. We moeten snel beginnen, want het wordt natuurlijk veel spannender. Dus ik kan natuurlijk zeker even het blauw duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk zeker even. Dan kunnen we misschien nog vandaag de giveaway doen. Een paar maanden, mijn topia wijd is namelijk. Oké, maar in ieder geval, ik ga nog één keer het bericht lezen. Hallo Zero, je hebt het weer verprutst, maar goed. Je krijgt nog één kans om het goed te maken. Van mijn informanten heb ik begrepen dat er iets gaande is in Area. Area 42 dus. Hier, aan de andere kant van de Krottenwijk. Aan jou de taak om te vinden wat. Succes. ZOZ. Een van mijn insiders zou je helpen. Je komt het vanzelf tegen. Oké. Dus. Dit gaat spannend worden. Ik neem het boekje wel mee. Wie niet, denk ik. Want anders dan heb ik straks een probleem. Een maskertje wel. Want dan stel je voor dat ik het nodig heb. Geen idee. Een telefoon? Ik weet niet. Straks word ik weer aangehouden. En wat dan? Wat dan? Dan moet ik weer in de prison. Daar heb ik echt geen zin in. Daar heb ik echt geen zin in. Maar oké. Het zal vast wel een corrupte iets zijn of zo. Of geen idee. Ik heb echt geen idee. Maar oké. Ja, ik heb genoeg eten mee. Of nou... Nou... Dat weet ik niet. Ik neem hier gewoon nog even wat sushi mee. Of... ja, ik neem ook gewoon wat mijn sushi nog mee. Zo. Moet het vast wel genoeg zijn. Zo. En dan hou ik hier mijn handje. Kijk eens. Oké. Dat is ideaal. Toch? Of vergeet ik nog wat? Ja, wapenstok. Elytra. Oké, daar heb je een punt. Elytra, inderdaad. Ja. Jullie zijn slim. Jullie zijn slimme kijkers. Kijkers. Jullie zijn supergoeie bazen. Echt waar. Jullie zijn allemaal stuk voor stuk bazen. Zonder jullie? Wist ik het nu niet, hè? Zonder jullie niet. Want ja, die zijn wel echt nodig. Die is wel echt heel erg hard nodig. Zonder jullie, hè. Jullie zijn echt stuk voor stuk bazen. 91 kijkers, vergeet ook even zeker niet de stream te delen en te liken. Want bij de 60 likes, dat is nog 8 likes erbij, gaan we even een naamrondje doen. En ik kan natuurlijk zeker ook even dat likeje, want dan hoeven we nog maar 7. Dus kan natuurlijk zeker even op dat likeje. En dan Lama 240, ja. 240, heb je gratis hier? Maar... Ja, of is dit gratis? 240, nee, wel min. Nou goed. Heel erg bedankt voor je abonnee, Noah. Leuk dat je bent geabonneerd. Oh, gewoon spijkers hier. Maar dat is niet iemand die mij...
Want is dat een insider? Zou dat iemand zijn die... Nee, vast niet. Oké. Okay. Oh. Hi. Vertel. Wat is er? Geen rood naampje meer. Nee. Nee, ja. Ben al opgepakt. Ik ben al met elkaar opgepakt. Omdat ik, dus uit de prison was ontsnapt vorige week. Want ja, in ieder geval, ik ga zo meteen een namenrondje doen. Maar ik was dus ontsnapt uit de prison. Ik zat hier. Ik kreeg nog een opdracht van NBM. Ik zat hier dus in de Kottenwijk vast. Want er waren allemaal soldaten op de muur en zo. Toen ging ik dus, werd ik dus opgepakt uiteindelijk. Ging ik in de cel. En was ik weer terug in de prison. Die dag daarna moest ik een dag meelopen met een guard. En toen was ik weer vrij. Maar in ieder geval, ik zie heel veel lama's en zo. Oké, in ieder geval. Het gaat spannend worden. Kunnen we weer wat plezier maken? Vandaag na 8 kijken of Defensie weer douane doet. Komt goed. Oké, maar in ieder geval, ik ga nu de soldaten opzoeken in plaats van de soldaten dat ze mij gaan opzoeken. Want ik ga nu met mijn auto naar naartoe. Ja. 101 kijkers, leuk dat jullie allemaal bij zijn. Vergeet dat ik even zeker niet even jullie naam. TVG-bom. Is dat een TVG-bom? Denk het niet, hè? Nee. We hebben 8.5k. Ja, we hoeven nog maar ongeveer 30 abonnees voor de giveaway. Maar in ieder geval, oké. Knal. Dus zeker even op dat blauwe duimpje omhoog. Alleen wat ik wou zeggen is dat we de 60 likes hebben aangetikt. En dat we dus een namenrondje gaan doen. Dus zet jullie naam in de chat. En ik probeer hem op te noemen. Want sommige namen zijn echt super lastig. Maar ook super mooi. Want echt, elke naam vind ik wel iets moois hebben. Gewoon, ja, echt letterlijk. Want elke naam is natuurlijk een afkomst van een land. Ja, best wel gek dat ik dit dus zeg, hè. Maar ja, echt serieus. Ik vind het echt serieus best wel vet. Als je erover nadenkt. Elke naam heeft gewoon een afkomst, hè. Deze komt uit Afrika, deze komt... Kevin komt bijvoorbeeld uit... geen idee, weet ik niet. Maar weet je wel, dat vind ik wel heel vet aan het hele gebeuren. Ik zie Jamie, ik zie Kevin... Kevin, nee, ik heet ook Kevin. Stijn, Lars, ik zie Sven, ik zie Fenna, Michael, Evelien, Emily, Lars, Noah, Jane... Ketnet, of... Kating, of zo. Elena, Stijn, Mika, Max, Frankrijk, Michael, Wortel... Bruun, Savan, Rick, Niels, Eline, Michael, Dylan, Jason, Jelle, Stijn, Boyd, Gert. Serieus, als je kijkt. Loey, Jelle, Dylan, Ryan, Steven, Stijn, Pascal. Oh, trouwens, ik ga er al bijna langs, joh. Dit is Area 42. Maar oké, ja, wij hebben de mooiste namen. Ja, Kevin is wel een mooie naam, inderdaad. Maar iedereen heeft een mooie naam. Kai, Mick, Roy, Kevin zie ik weer. Hatim, Lindsay... Donnie, Mickey Mouse, Thomas, L, Kevin de domme. Ja, ik ben best wel dom, hè? Nee, valt op zich wel mee. Oké, Nina zie ik nog. Leuk dat je helemaal kijkt. Vergeet het zeker even niet te streamen. Dat delen op Instagram, Twitter, Hypes, Facebook. Oké, maar in ieder geval, Nina. Oké, we gaan weer even de spannende muziek opdoen. Want, hier voor ons is het. Area 42, waar het om gaat. Laurie zie ik nog, Stefan zie ik nog, Antonio, Nathan. We gaan straks weer even een namenrondje doen, jongens. Dus knal natuurlijk zeker even alvast op dat blauwe duimpje omhoog. En op het abonneerknopje. Want over ongeveer 30 abonnees. Oh, nu 30 abonnees. Gaan we een giveaway doen. Dus knal natuurlijk zeker even op dat blauwe duimpje omhoog. En abonneer dus even. Oké, maar in ieder geval. Dit is Area 42. En ik ga nog één keer even voordat ik naar binnen stap. Of dat ik naar binnen kom. Even de brief. Hallo Serror, je hebt het weer goed verprutst. Maar je krijgt nog één kans. Van mijn informanten heb ik begrepen dat er iets gaande is in Area. Aan jou de taak om uit te vinden wat. Succes. Dus ik moet iets gaan vinden in Area 42. Oké. Nou ja, mij als jachtseizoen kennende moet dat vast wel lukken. Een van mijn insiders zou je helpen. Je komt hem vanzelf tegen. Oké. Area 42 moet dus naartoe. En dit is Area 42. Hier voor mij. Jason zie ik nog. Dus Jason zie ik nog. Dan gaan we toch deze kant op. Oké. Oh. Even dingetje dicht, zo. Hallo? Hallo? Heel bedankt voor abonnee, YOLO YouTube. Ik zie hier mensen.
Hallo? Hier moet ik zijn, toch? Hallo? Hoe is het? Hoe is het? Gewoon even een beetje een gesprek beginnen. En wie weet komt er wel iemand op me aflopen. Ja, goed. 101 kijkers, leuk dat je kijkt. Deel natuurlijk zeker op de stream, want dit gaat super spannend worden. En ik heb jullie hulp nodig, want wie weet... Ik weet die hele weg niet uit Area 42. En jullie misschien wel. Dus help alsjeblieft even als we straks in Area 42 komen. Ja, goed. Jij bent het mannetje? Ja. Denk ik. Ik ben het mannetje, ja. Straks houdt hij mij aan, weet je wel. Van, oh, je bent nu aangehouden. Maar ik denk dat hij bedoelt dat ik dat mannetje ben. Had wel iets beters verwacht. Wat? Je weet wel wie je nu hier voor je hebt, hè? Maar goed, hier moet ik het dan mee doen. Wat? Hij noemt me gewoon een zwakkeling, deze kei-tijger. En hier staan ook allemaal... Oh, smikkelpeer. Jongen. Blijf hier maar even staan. Oké, ik moet hier blijven staan, oké. Ik wacht. Kwijtschelding. Ah, rip. Die neem ik wel van mee, is leuk. Oké, maar... kijkers. Ik ben hier in Area 42. Nog niet binnen, maar dat gaan we waarschijnlijk wel komen. Oké, nog 28 abonnees. Zeg ik dat goed? Nog 28 abonnees voor de... sowieso voor het goal al. En voor de giveaways. 2 maanden Mytopia. Of tenminste, ik ga 2 keer 1 maand Mytopia giveawayen. Maar ik weet niet wat het meekomen. Ik? Moet ik meekomen? Oh. Nee, je zus. Oké. Moet ik shiften? Wat moet ik doen? Moet ik bukken? We zijn gewoon binnen. Wat krijgen we nou, zeg? Dus jij bent hierheen gestuurd. Is wel handig. Wat? Ik ben hierheen gestuurd. Ja, door NBM. Ja, door iemand. NBM. NBM mag ik toch wel zeggen hier? Wat? Dit is echt een dikke corrupte soldaat, jongen. Of Marge C eigenlijk. Dan klopt het. Oh, oké. Dan zit ik in ieder geval bij de goede persoon. Nog 25 abonnees. Jullie zijn echt bazen. Echt waar. Nog 25 abonnees voor de giveaway. 1 maand Mytopia, 2 keer. Kunnen giveaway aan jullie. Oké, dan klopt het. Had niet verwacht dat hij jou zou kiezen. Maar ja, jij moet het geheim houden. Jij moet het geheim doorgeven. Hoop ik dat je dit wel kan. Natuurlijk. Fouten staan niet in mijn woordenboek. Zo zeg ik dat de hele tijd. Zo zeg ik dat ook tegen NBM. Maar in ieder geval... anticlimax. We zijn dus nu binnen. In... Area 42, wat? Dit kan je toch niet geloven? Oh, wat? Oh, er staan daar soldaten. Mace en Kobe. En daar nog één. Dit is een sluiter van zichzelf, dus ik moet wel even... Wat moet ik doen? Oh. Daar staan soldaten. Nee. Leuk dat je kijkt, Tiama. Leuk dat jullie allemaal kijken, maar ik heb jullie hulp nodig zometeen. Kijk, serieus? Als die soldaten mij zien, dan wat? Nee, deze staat voor het raam! Nee! Wat moet ik doen? Wat moet ik doen dan? Oh, hij kijkt de kist! Oh, ga er! Nee, joh, dit is echt insane. Dit is echt gekkenwerk. Dit is echt gekkenwerk. Dit slaat echt helemaal nergens op. Dus echt alle gekkigheid op een stokje. Dit slaat alles. Dit slaat echt alles. Ik zit in Area 42 en een corrupte soldaat die brengt me nu in een gebouw waar daar iemand staat. En als die soldaat mij ziet, ben ik de kost. Kai, moet ik hier wel in? Ja, ik heb fijn weinig keus. Te komen? Nee, dit slaat helemaal nergens op, dit. Wat, waar gaan we naartoe? Dit... Goed! Oh, hij... Oh, of is hij ook corrupt? Nou, hoort het waarschijnlijk niet. Is dicht glas. Oké. Ik ben helemaal panisch. 145 kijkers. Leuk dat je allemaal kijkt. Hoeven nog maar... 24 abonnees voor dat goal. En dan kunnen we twee maanden giveaway doen. Voor Mytopia. Hoort hij toch niet alles het goed is? Ja, moet ik niet shiften dan? Hoort hij toch niet? NBN heeft het nog een brief achtergelaten hier. Voor jou. Oh, hij heeft nog een brief. Ik weet niet wat erin staat... Maar het zal wel belangrijk zijn. Oké.
Top. Het komt goed. Het komt goed. Het komt waarschijnlijk niet goed, maar goed. En nu? Schrijf hier maar wat op wat je ziet. En verpest het niet. Schrijf hier maar op wat je ziet. En verpest het dit keer niet. Oh, ik moet dus... Ik weet het. Ik moet dus... In Area 42 moet ik rond gaan lopen. En moet ik dus gaan typen in het boekje. Wat ik moet dus gaan doen. Wat ik dus tegenkom. Wat ik dus zie. Oh, dit is echt insane. Dit is echt sick. Dit is echt niet normaal. Ja. Komt goed. Ik ga... is er veel... veel soldaten. Zijn er veel soldaten? Want als dit gaat sowieso fout. Ik 155 kijkers. Jullie zijn echt basis. Wie weet dat we het record kunnen kunnen tikken van mijn kijkers. Oh, oké. Poes. Die poes duwde mij. Oh my god. Oké. Blijf natuurlijk zeker bij de stream. We hoeven nog maar 23 abonnees. En dan hebben we straks het goal gehaald. En dan kunnen we de... Giveaway doen. Hij komt hier aan. Hij komt. Hij komt naar buiten. Wat doe ik? Echt serieus, wat doe ik? Oké, ik moet dus opschrijven van MBM. Omdat ik vorige week was ontsnapt. En ook weer ben aangehouden daarentegen. Maar ik moet dus van MBM uit de prison. Vanuit de prison moet ik een opdracht doen. Wat zei hij? Weet ik niet. Oh, hij wist niet hoeveel soldaten er zijn. Maar in ieder geval, ik moet dus een opdracht doen. En ik moest dus schrijven wat ik allemaal zie. Ik zie daar bijvoorbeeld een toren. Weet je wat? Daar beginnen we mee. Ik schrijf het gewoon lekker hierin. Een radiotoren. Ongeveer 50 meter hoog. Ik moet dus in het boekje opschrijven wat ik allemaal zie. Goed, ik weet niet wat NBA wil, maar ik kan je verschillende dingen laten zien. Misschien de Elaris God. Oh, hij wil het laten zien. Oh, dat is chill. Ik dacht dat ik het zelf allemaal moest doen. Ja, prima. Dat is goed. Dat is goed? Nee, dat is prima. Nee, dat is dikke prima. Dat gaat mijn leven waarschijnlijk redden. Anders dan ben ik keihard gearresteerd. Of eigenlijk doodgeschoten. Laten we het daarop houden. Oh. Kai, ik volg je alsjeblieft. Alsjeblieft, Kai. Ga nou niet lopen, teruglopen. Ik wil daar niet naartoe, Kai. Daar zijn allemaal soldaten. Daar wil ik niet naartoe terug. Oh, auto's. Auto's. Leger. Auto's, leger. Oh, wat? Daar lopen ze! Dat zag ik helemaal niet, joh. Oh, als ik in mijn eentje was, dan was ik nu al de klos geweest. Oh, dan was ik echt klos geweest. Nog 20 abonnees. Oh, jullie zijn echt insane. Jullie zijn echt bazen. Jullie zijn echt stuk voor stuk bazen. Nog 20 abonnees en dan hebben we straks een giveaway. 2 keer 1 maand mijn Topia wetlist. Maar oké, snel. Ik wist dus serieus dit het niet zou gebeuren, hè, jongens. En kijkers, ik wist het echt niet. Het enige wat ik wist is dat ik iets in de titel moest zetten. Thumbnail. Dat was het. Ik kijk de stream morgen terug. Hij is helemaal prima fan. Hij komt gewoon online. Oh. Ik vind het zo gek. Ja. Dit slaat echt helemaal nergens op. Ik had nooit verwacht dat ik weer in Area 42 zou gaan. Gewoon, het is... Oh, radiosysteem. Radiosysteem. Ik zet het later wel gewoon even goed in het boekje. Oh, nog een toren. Nog één radiotoren. Oké, ik volg hem. Sorry. Ik moet vast doorlopen. Blijf natuurlijk zeker even bij de stream, want we gaan binnenkort over 19 abonnees gaan we even een giveaway doen. Oh, nee. Ik heb er zo weinig zin in. Oh, Melaius Grot. Mag ik daar naartoe? Ja, daar ben ik naartoe. Oh, dit is... Deel natuurlijk zeker even de stream, want dat heb ik echt heel erg hard nodig. Want stel je voor dat hij, deze soldaat, nou weggaat. Dan heb ik echt jullie hulp nodig. Maar dan ook echt. Oké, Merelaius God. Hier ben ik echt al een jaar niet meer geweest. Echt letterlijk. Ik weet niet hoe ik zijn naam schrijf, maar dat doe ik later allemaal wel. Dit is een klatje, weet je wel. Bij je school hebt klatje. Maar daar wil ik niet aan denken, school. Want school is echt nee, ik heb vakantie. Rick, heel erg bedankt voor je abonnee. Straks komt Elias terug. Je weet het maar nooit.
Doe rustig. Anders kill ik. Ik hem wel. Anders kill ik hem wel, ook al heb ik geen wapen. Nederlijs, grot. Geen aanwezigheid. Geen aanwezigheid. Oh, dit moet ik wel goed doen, want anders dan heb ik echt een groot probleem. Er komt MBM straks achter me aan. Laat me niet lachen. Oh nee, laat me even rondkijken hier trouwens. We hebben hier... Zit er... Kan je daar naar beneden? Nee. Hier kan ik niet in, is gelokt. Oké, prima. Hier zit een grotje. Ja, dit wist ik allemaal. Dit is echt al heel lang hier zo. Ik zag dat Potgrond dit nooit had gezien. Maar ja, Potgrond is niet zo pro als ik natuurlijk. Dus, ach. Oké, slimeblocks. Oké. En een ondergrondse doorgang. Die had Potgrond niet gezien in zijn video. Jongen, 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 jongen. Oké. Oké. Always Ramen, leuk dat je kijkt. Leuk dat jullie allemaal kijken. Klik natuurlijk zeker even op het belletje om mee te doen met de giveaway straks. En natuurlijk op het like natuurlijk en op te abonneren. En natuurlijk even zeker de stream te delen. Nou, je ding gedaan. Ja, we kunnen door. Ik had echt verwacht dat ik in mijn eentje dit moest doen. Maar ach, beter toch als ik hulp krijg. Wat ga je straks na de stream doen? Na de stream, weet je wat? Ik ga dat nu gewoon doen. Voor de mensen. Hier, dit is mijn Discord server. Linkje. Klik op dat linkje als je Discord hebt. Of anders maak je even een account aan. Op die Discord server promote ik ook mijn video's. En kan je ook en zo gewoon level systeem en zo. Kan je level omhoog krijgen en zo. Kan je lekker chatten met mij. En na de stream, als het een beetje goed verloopt. Ik weet niet precies, hangt er een beetje vanaf. Maar dan misschien na de stream dat ik even Fortnite met kijkers ga doen. Ik hoor het net via mijn oortje dat er iets wordt overgeplaatst. Echt? Echt? Wil je vastzien? Oké. Er wordt iets oververplaatst ofzo. Heel belangrijk voor je abonnee. Er wordt dus iets overgeplaatst. Stel je voor, je wil doneren, dan kan dat ook. In de beschrijving staat een linkje, kan je doneren. Hoeft natuurlijk niet. Maar het is gewoon optie. Oké, we gaan hier naar boven. Maar hij zegt, Kaidus, de soldaat, die zegt dat er iets wordt overgeplaatst. Iets van waarde of zo. Dus dat kan ik mooi opschrijven in het boekje. Vindt MBM vast niet erg. Wat is dit? Een helikopter. Stond dat er zo net ook al? Ik ben hem gejoined, super tof. Join natuurlijk zeker even die Discord server. Let op de game, ja precies. Ik moet inderdaad even opletten, want stel je voor dat hier nou een soldaat staat of zo. Huh, wat is dat? Oh, de allemaal soldaten, de allemaal soldaten. Wat is dat? Wat is dat? Dat lijkt wel op een containerbomachtig iets of zo. Heel erg bedankt voor je abonnee, Nick. Maar er staan hier allemaal soldaten. Wat zijn we aan het doen? Echt, wat zijn we aan het doen? Ik wil echt niet meer in de prison hoor. Ik wil echt niet meer in de prison. Wat lijkt dat? Wat is dat? Wat is dat? Lijkt net een bom of zo. Ja, precies. Lijkt net een kernbom. Een kernbom? Wacht, laat. Oh, ze dus lopen daar. Lopen daar. Ik wil het aan de zijkant zien. Ik wil het aan de zijkant zien. Ik heb een telefoon mee. Dan kan ik een fotootje maken. Hier, fotootje. Zo. Fotootje. Zo. Oké. Oké. Wat is dat? Ja, dat lijkt echt op een kernbom. Echt op zo'n hele grote bom. Ja, dat lijkt echt op een hele grote bom. Wat? Met allemaal S-16's die er omheen vliegen met een helikopter? Geen idee. Hoef jij nog niet te weten? Nee, hoef ik inderdaad nog niet te weten. Wacht. Kernbom. Kernbom, met hoofdletters. Kernbom. Wordt ver... voert. Weet je, ik zeg het nu heel slordig in, maar even heel snel. Met F-16's. Met F-16's. Wat is dat? Dit is echt heel close. Ik moet even aan de zijkant van die berg, want die zijn allemaal soldaten. Ze zoeken ons. Oh! Sorry voor deze gil. Oké. Laten we dat even vergeten. Ik schrok daar echt oprecht. Ze kwamen echt heel dicht in de buurt. Laten we die gil even vergeten, alsjeblieft. daar sloeg mijn stem even over. Oké, in ieder geval, we hoeven nog maar 17 abonnees. En dan hebben we het doel gehaald. Hoe tof zou dat zijn? En dan kunnen we een giveaway doen. Dus like en abonneer. Ja, die gil, dat is echt... Ja, dat is een beetje... Broodje Elias, die had mij volgens mij ook al... Oh, er ging een helikopter! We moeten hier weg.
heb het geschreven. Heb het geschreven. Dat ging nog maar net goed. Dat ging echt nog maar net goed. Oh. Oh, moet hij weg? Moet hij weg? Kai, ik volg jou. Straks komen ze me achter me aan en schieten ze me dood. Dat weet ik niet. Dat wil ik niet. Nou, ik wil nog liever dat ze me doodschieten dat ik in de prison kom. Echt waar. Ik wil niet meer met die MBM. Ja, wat? Nee. Oh my god. Oh, jij vieze Kai. Nee. Kai, echt waar. Kai, echt waar. Echt serieus. Wow. Gast, dit is echt niet normaal. Dit is echt niet normaal. Ik heb hier zo weinig zin in. Nee, dit kan je toch niet menen? Ik wil nog even kijken in Area 42. Ik heb niet genoeg informatie om dat aan NBM te geven. Heel erg bedankt voor je abonnee. Ik kan het echt niet zien. Ik moet mijn Elytra gebruiken. Kijk wie het... Wat de heck? Kijk wat er allemaal achter me staat. Oh ja! Oh mijn god! Oh, een dikke bom. Dit moet ik allemaal opschrijven. Dit gaat NBM niet goed vinden. Ik ken NBM. Ik moet meer informatie hebben. Die Kai heeft me gewoon verraden, of niet? We deden ook wel heel erg risky, moet ik eerlijk toegeven. Oh nee, wat krijgen we nou? Oh nee. Ik hoop niet dat ze mijn stream kijken, want dat zou wel een beetje stom zijn. Nee. Ga over die muur. Ja, maar ik wil niet terug. Weet je, dat maakt niet uit. Ik wil die informatie gewoon. Ik kan nog wel een beetje herinneren, dus ik kan het altijd wel vertellen tegen hem. Maar ik moet gewoon meer informatie hebben. NBM, die gaat me niet zomaar laten. Ik moet veel meer informatie hebben. Kijk wat ik allemaal heb dan. Dit is echt het enige wat ik heb. Het slaat helemaal nergens op. Ik heb helemaal niks. Ik moet gewoon door. En ik wil ook gewoon wel stiekem door. Oh, daar ging een helikopter. Ik moet door. Alles of niets. Kanon? Kijk, weet je wat het is? Ik heb mijn fitheid weer terug. Ik heb trouwens ook mijn auto. Wat is dit dan? Kijk, dit. Oh, een tank zie ik daar ook. Tank opschuiven. Ik ben hier al zo lang niet meer geweest. Ik wist niet eens meer dat er tanks waren. Tanks. Ik zie die wel heel erg risky. Maar echt, die kernbom. Wat gaan ze doen met die bom? Wie weet gaan ze Atlanta bombarderen. Met die bom. Met zo'n kernbom. Met zo'n hele grote nucleaire bom. Die echt de hele stad verwoest. Eigenlijk gewoon de hele Atlanta. Oh, nee. Kijk, dus jullie moeten me helpen. Die soldaat heeft me nu echt gewoon aan mijn lot overgehouden. Oh, ja, allemaal raketten hier. Wat is hier dan? Kan ik hier ook? Hier kan ik helemaal niet langs. Kan ik helemaal niet bij, joh. Dit is allemaal afgesloten. Maar misschien kan ik wel even kijken. Of via... Wie ging daar langs? Er ging echt iemand... Volgens mij ging daar echt een generaal langs of zo. Oh, wat is dit? Een helikopterplatform of zo. Helikopterplatform. Heel snel typen. Ik zag dat ik een spellingfoutje maakte, maar maakt niet uit. Hier kan ik overheen of niet? Zou ik er overheen? Ik zie dat heel veel mensen de Discord-server zijn gejoind. Jullie zijn allemaal bazen. Zou ik er overheen, kijkers? Ik moet meer informatie hebben. Ik heb het hier wel een beetje gezien, denk ik. Of niet? Ga ik er overheen? Jullie moeten snel zijn. Moet ik daar overheen? Moeten we heel snel zijn? Kijkers, zeg ja of nee? Moet ik daar overheen? Ja. Ja, nee, ja. Laat ik het gewoon doen, ook al zit ik vast, weet je. Maakt niet uit. Oké, dat deed pijn. Oh, daar gaat Kai Tijger. Kai, kom terug. Kai. Kom. Ik wil dat hij de deur open doet. Kom. Ik wil... Weet je, ik ga... Red je niet. Nou, dan ga ik gewoon regelen dat hij de deur open doet. Ja. Mocht je iemand zien... Ren die dan direct weg. Ja, oké. Kom, hij moet me helpen. Ja. Volg. Hij moet die deur openen. Alles of niets. Hij moet die deur openen. Ik wil hierin. Ik moet meer informatie hebben, anders dan... Dit kan ik ook verkopen, hè. Dit kan ik gewoon echt verkopen voor echt geld. Voor mijn topje geld dan, maar... Dit wil ik gewoon verkopen. Doe de deur open.
als je wilt. Moest van NBM. Ik zeg maar wat. Moest van NBM. Groetjes vanuit Londen. Ah, tof. Jullie zijn natuurlijk... Misschien zijn er al heel veel mensen op jullie... Nou ja. Deze sloten zijn extra sterk. Oké. Okay. Dan ga ik via... Nou, oké. Okay. Oké, maar in ieder geval... we gaan straks weer even een naamrondje doen. We hoeven trouwens daarentegen ook nog maar 20 abonnees. En hebben straks een giveaway. Dus abonneer zeker even. Laat je vrienden even terugkomen naar deze stream. Laat ze abonneren. Oké, maar even kijken of ik de sleutel heb. Wat ja, jongen, daar staat iemand. Ah, jongen. Echt waar, echt waar, echt waar. Jij bent ook weer een slim... Stop je. Je bent ook weer een slimpie, hè. Je bent ook weer een slimpie. Zagen ze me? Echt waar, echt waar. Hey Jordi, leuk dat je kijkt, jongen oude Fortnite Pro. Gaat wel lekker, hè, met je kanaal. Binnenkort een videootje opnemen, of niet? Is dat een idee, Jordi? Binnenkort een video opnemen? Of niet? Is dat een idee? Oké, in ieder geval, daar stonden de soldaten. Ze hebben me niet gezien, oké. We moeten hier vanaf springen. Please. Ja, 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 haal je niet. Kijk eens wat ik... Kijk eens. Textman, video opnemen kan zeker. Als je... Ja. Ja, via... Ik heb je niet echt op Skype ofzo, of op Discord ofzo. Weet je wat? Join maar lekker even mijn Discord server. Kijk, gelijk even mijn server joinen. Join ik jouw server ook wel, Jordi. Als je die hebt. want ik heb niet echt Skype van je. Dat is een beetje stom. Maar, of dingen of zo. Hey, Martje, leuk dat je kijkt. X-Men zit in Area 42. Dus deel natuurlijk zeker even de stream, iedereen. Dit is echt insane spannend. Echt, echt waar. Echt, ben gejoind. Ook super vertocht. Krijg je straks even YouTube bereik. Maar oké, in ieder geval. Kijkers. Ik zit gewoon in Area 42. 155 kijkers. Leuk dat je allemaal kijken. Het wordt nog veel spannender waarschijnlijk. Want ik word nu gewoon... Wow, wat is dat? Dat is gewoon een heel groot schip. Maar ik word dus achtervolgd door soldaten en ik moet verstoppen. Zeg, heb ik wat gemist? De spannende moet nog gebeuren, denk ik. Oké, ik moet dingen opschrijven. Parcours. Helikopter. Er staat daar iemand. Hele grote toren. Ik moet hier weg. Oh, ik moet hier weg. Over 19 abonnees ga ik een giveaway doen. Jordi, dus... ik weet niet, Jordi, heb je nog Mindtopia? Of ben je nog geband of zo? Geen idee. Maar in ieder geval... over 19 abonnees ga ik een giveaway doen. Van 2 keer... 1 maand Mindtopia bij het lust. Dus stel je voor, Jordi, weet jij wil ook Mindtopia winnen? Moet je even zeker even abonneren. Maar dat ben je volgens mij al, dus... Moet je even liken, hè? Oké, en dan kan je ook winnen. Ouwe Jordi. Oké, spannend. Ja, dit is... Ik moet echt goede spannende muziek. Want dit slaat echt de spijker op mijn kop. Echt waar. Wow! Dikke helikopter zien. Wat is ik? Het lijkt wel een stad. Wat is dit? Trainingsachtig iets of zo? Of zijn dit echt huizen van mensen? Dit is echt een plot, of niet? Plotinfo? Ja, nee, oké, dit is gewoon een... Ja, nee, dit is gewoon... Oké, dit zijn niet echte huizen. Wel echte huizen, maar dit... Wat is dit? Dit is gewoon echt een heel trainingsding. Ben niet geband, maar heb geen Mindtopia meer. Ah, dan kan je... Misschien, wie weet, kan je winnen. Ik ga het doen via een random namepicker. Wie weet, win je. Dus ik zou zeggen... Trouwens, dat is wel heel lastig met 160 kijkers, besef ik me nu. Maar, oké, dat ga ik nog even bezien. Komt nog wel goed. Moet ik nog even een manier op vinden. Maar ik zou zeggen, dan kan je hem ook winnen. Oké, trainingsgebied. Maar ik moet dus van NBM, moest ik in dit boekje schrijven van de van NBM. Moet ik dus een opdracht doen. Hier in Area 42 moet ik dus kijken wat ik allemaal zie. En dat moet ik in dit boekje schrijven. En dat doe ik nu. En als ik dat niet doe, dan heb ik waarschijnlijk een heel groot probleem. Dan moet ik weer terug naar de prison ofzo. Stad. Super groot. Net Atlanta. Het is echt net Atlanta. Atlanta-stijl en zo. Ja. Oké. Oh, deze muren zijn wel heel klein hier trouwens. Dus ik kan daar vluchten als het wilt. Kijk, ik zie nu dat het sparen met voor een red. Als je op Bugsbook kijkt, kan je hem krijgen voor 130. Ja, ik denk dat de. Bedrag is veranderd. Maar ik heb die prijs nog steeds niet. Maar in ieder geval, oké. Oké, we moeten hier kijken. Wat zit hier? Ik kan hier wel echt ideaal verstoppen trouwens voor. Wat is dit? Een bom? Oké, je kan winnen. Je kan straks winnen, Mindtopia. Elis. Sick and Meek. Ja, die wil ik inderdaad ook kopen. Daar ben ik aan het sparen voor. Klopt. Ah, nice, man.
Jij gaat ook wel lekker op Fortnite. Ik moet echt binnenkort een video'tje opnemen. Oké, oh, wat is dat? Wat is dat? Heel erg bedankt voor je abonnee trouwens. Wat is dit? Wat is dit? Ik had daar ooit safety huisje, ja? Lukt je kijken trouwens nog, Martje. 150 kijken, 155 kijkers, lukt je helemaal kijken op dit moment. Super tof, deel natuurlijk zeker op de stream. Net gegeten, oh ja, Iris, je hebt echt veel gemist. Er is echt veel gebeurd, denk ik. Oh, nog een kanon. Wat is dit? Een Pringlesbus. Nee, video van David. Geen idee. Iets van een radar of zo? Thanks, man. Ik zag het, mijn Insta-story gezien. Ik zag je dat je mijn Insta-story hebt gezien. Je kent Giekerk zeker wel, hè? Wat is Giekerk? Is dat een stad? Oké, maar in ieder geval... spring even... Oh, nee. Ik moet niet gepakt worden. Maar ik doe wel heel chill nu, trouwens. Maar eigenlijk even serieus. Ik moet me verstoppen, want anders word ik hier gepakt. Maar blijf zeker even bij de stream, want ongeveer nog... nog 16 abonnees en dan kunnen we een giveaway doen. Dus deel natuurlijk zeker de stream. Laat je vrienden komen. Laat even lekker iedereen komen. Maakt niet uit. Ook al is het een zwerver. Ja, ik woon in Friesland. Ja, ja. Oh, het is een dorp of zo. Ja, ik woon in Friesland inderdaad. Nee, maar ik weet niet waar dat ligt. Nee, ik ben echt slecht. Moet eens een keertje meet of zo. Dat is wel grappig. Oké, wat is hier? Nice domain. Oké, leuk dat je nog steeds kijkt. Iedereen, jullie zijn stuk voor stuk bazen. Maar jullie kunnen me zo meteen ook tips geven. Want wat moet ik nou doen? Ik moet me verstoppen volgens die soldaat. Maar ja, ik wil ook een beetje informatie pakken, toch? Maar oké, dit is dus allemaal hetzelfde eigenlijk. Dit is een soort van... heel erg bedankt voor je abonnee, Santio. Maar in ieder geval... Zit ik nu vast trouwens? Hopelijk niet. Maar heel erg bedankt voor je abonnee, Anoniem. Wat? Er zijn ineens superveel abonnees vanaf gegaan. Oké. Leuk. Maar we halen het wel in. Kom wel goed. Wat? Oké. we gaan wel kijken. Maar ik heb het echt beloofd. Bij de 8500 ga ik dus die giveaway doen. Dus abonneer zeker even als je ook die giveaway wilt winnen. Oké. Maar in ieder geval, we gaan dus verder. Maar ja, dit is gewoon Mytopia hoe we dat kennen, toch? Dit is gewoon de steden en zo. Het is niet super bijzonder of zo. Gewoon bussen zag ik daar. Het is niet heel bijzonder. Het is gewoon een andere stad. Gewoon ingericht en zo. Dus wel grappig om even te zien. Maar dat is even nu niet belangrijk. Want ik moet informatie oppikken. En als het goed is, is er hier wel heel veel informatie op te kunnen pikken. Hier, kijk hier. En als deze deurtjes nou even openstaan. Van die flat. Kan ik wel naar binnen, denk ik. Oké, in ieder geval, ik zie ook iemand, die heeft ook een Jordi Storm avatar, dat is wel vet. Oké, ik moet weer even die intense, spannende muziek opdoen. Deze is leuk. Oké, hier zie ik een supergroot marineschip, daar wil ik op. Daar zit waarschijnlijk superveel informatie wat NBM zo leuk gaat vinden. Hier, kijk, de deur staat gewoon open, ideaal. Kijk, gewoon weer met de elite, ga eruit. Jongen, jongen, die Area 42 is best wel makkelijk om in te kopen als je afspraak hebt met NBM. Ik weet niet hoe NBM het heeft geregeld, maar in ieder geval, voor de mensen dat jullie nu kijken, dat jullie nu net hebben, jullie hebben net gegeten of zo de hele tijd en jullie weten niet wat ik aan het doen ben. Ik ben in Area 42 en ik moet van NBM... Oh, ik kan niet op het dak. Oh, wat? Daar vloog iemand. Maar oké, in ieder geval, ik moet van NBM dus informatie opzoeken hier in Area 42. Aparte dingen en zo. En ik heb al hele aparte dingen hier gevonden. Leuk voor jou, meneer Gekko Gamers. Ik heb al hele gekke dingen gevonden. Ik heb namelijk al gevonden hoe je... hoe je kan... wat? Ik ben niet helemaal lekker bij mijn hoofd. Geconcentreerd. Maar in ieder geval wat ik... waarom kan ik niet even concentreren? Maar wat ik dus even heel snel wil zeggen is... Oh, hij staat hier onder mij. Oké, ik moet het nu even zeggen. Wat ik dus wil zeggen, ik moet dus nu informatie opzoeken. En wat we dus tegenkwamen is dus een kernbom. Wat misschien wordt gebruikt om Atlanten op te blazen of zo. Geen idee, wie weet. Oké, ik moet weer terug. Shiften. Oh, ik dacht dat het een helikopter was. Oh, dit is echt insane spannend, dit. Oh nee, dit is echt helemaal niks. Dit is echt 10 keer niks. Wat? Er staat WBV. Wat? Nee.
Kijk uit voor Levi. Nou, kijk eens van wie ik moet uitkijken. WBV staat hier. Allemaal bedankt voor jullie abonnee. Sulutrux of zo. Sulux. Oh mijn god, daar kan ik helemaal niet komen. Ja, heel erg bedankt voor je abonnee. Oh, maar WBV staat daar. Kan ik hier inkomen? Nee. Ja, dat is wel... Ja. Of kan ik via die toren? Dat is echt een super grote toren. Ja, Friesland boppen. Echt, iedereen komt uit Friesland. Jongen, jongen. Oké, hierboven. Oh, wat is... Wow! Wat is dat? Defensieopslag. Dat wil ik zien, dat wil ik zien, dat wil ik zien. Dat wil ik zien. Defensieopslag, niet betreden, niet betreden. Wat is dit? Het staat er op de bordjes. Kijk eens, wat zou dit moeten zijn? Een defensieopslag met achter tralies en water en... Lijkt wel apparaat... En TNT, wat staat er op het bordje? Ik kan het net niet lezen. Oh, dat is wel heel stom. Hier, neutronenbom. Ja, wacht, dan kan ik lezen. Ik kan het lezen, ik kan het lezen. Goed kijken dat niemand aankomt. Een neutronen... ja, ik kan het niet heel goed lezen, maar... Er staat daar een... Een neutronenbom. Onschadelijk. Neutronenbom. Heel toevallig weet ik wat een neutronenbom is. Heb ik op maatschappij... of heb ik maar maatschappij hier? Nee. Heb ik het NASC 1 geleerd. Een neutro... Ik schrok me echt. Ik schrok echt serieus van Kai. Maar oké, okay, hi Kai. Hi. Oké, maar een neutronenbom is dus een kernbom. En een neutronenbom gaat niet weg. Dat is radioactiviteit die echt, maar dan ook echt super schadelijk is. Nog erger dan een kernbom. Dus wat jullie daar zagen... Dat is echt... Super, maar dan ook super gevaarlijk. Ze zoeken me. Wat? Zou ik hier niet al te lang maar blijven? Ze zoeken mij. Wat? Wat? Nee, wacht. Wat gebeurt daar? Wat gebeurt daar? Kai? Wat gebeurt er met Kai? Kai! Nee, Kai is natuurlijk corrupt en die wordt nu aangehouden. Nee! Stoppen. Hier. Oh, mijn headset valt de hele tijd van mijn hoofd af. Maar 160 kijkers, leuk dat jullie allemaal kijken. Vergeet natuurlijk even niet te abonneren, want we gaan bijna een giveaway doen. Bij de 8500 abonnees. Maar ik zie dat Kai wordt gearresteerd. Die voor mijn neus. Een soldaat. Oh nee. Oh nee, ze moeten... Kai, ga alsjeblieft nu niet verklikken. Kai is dus nu gearresteerd. Door het leger, denk ik. Maar ik deed niets. Echt niks. Waar ben je mee bezig? Oh nee, ze komen wel heel dichtbij. Oh, wat gebeurt hier? Waar ben je mee bezig? Oh nee. Wat zeggen de camera's dan? Je laat iemand zomaar binnen. Oh, ze weten dat ik binnen ben. Nou, natuurlijk weten ze dat ik binnen ben, maar... Oké, Kai, die heeft een heel... Maar ook een heel groot probleem. Kai is namelijk corrupt geweest. Iemand die oneerlijk maar heeft binnengelaten. En nu wordt hij waarschijnlijk ontslagen en meegenomen en aangehouden. En misschien wel vermoord. Je bent aangehouden wegens verraad van de defensie. Hiervoor ben je geen machine. Je mag meelopen. Hij is in de handboeien geslagen. Oh nee. En hij is in jail. Hij is in gejailed. Die handboeien echt? Lopen jij? Schaam je. Nee. Oh, hij is niet gejailed. Hij gaat naar de jail. Ja, dat kan je wel karma noemen. Maar ja, het was in mijn voordeel, want hij helpte mij. Maar gaat hij nou echt weg dan? Nee. Nee. Dat slaat echt helemaal neer. Ja, oké, ik snap het wel. Maar oké, neutronenbom. Kernbom. Dan erger. Oké, ik kan jullie wel zeggen dat Area 42. Hij hielp. Niet hij hielp. Ja, sorry, ik ben een beetje slecht. Ik ben echt slecht. Maar oké, in ieder geval. Area 42 is dus bezig met een plan om waarschijnlijk de hele Mindtopia map waarschijnlijk te bombarderen. Met neutronenbommen, kernbommen. Maar oké, ik moet hier inkomen. Kan ik hier inkomen? Nee, kan ik niet inkomen. Kan ik
op een of andere manier. Ja. Ik heb jump boost potions mee. Ja, 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 ja. Oh, ja, 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 ja. Oké, zo. Oh, ik hoef dat niet eens te gebruiken, joh. Kijk, 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 kijk dan. Kijk dan. Hoppatee, kijk eens. Kijk eens, dit is echt ideaal aan mijn fitheid. Ben ik blij. Kijk eens. Nou, oh my god. Oh my god, hij staat nu onder mij. Hij staat hier onder mij. 172 kijkers, leuk als je hem wil kijken. En ik heb echt, ik zit echt diep in de problemen. Ik zit echt heel diep in de problemen. Er staan hier onder allemaal soldaten. En ik sta hier helemaal boven. En ik moet daar naartoe, ik moet daar naartoe. Ik moet die weg proberen te vinden. Ik moet echt, leuk als je hem wil zijn, dan geabonneerd. Nog 33 abonnees. Als we het doel niet halen, dan kan ik de giveaway helaas niet doen. Want wij zouden de giveaway doen. 2 keer mijn Topia whitelist. Maar bij de 8500 abonnees zouden we het doen. Dus roep al je vrienden, laat ze abonneren. Dan kunnen we straks een giveaway doen. En anders moet dat de volgende stream. Maar oké, in ieder geval, wat moet ik doen, kijkers? Moet ik vliegen? Moet ik vliegen? Ga. Ja, maar nu zien ze me waarschijnlijk. Als ze zien me. Ik moet vliegen, maar ik ga waarschijnlijk mislukken. Het gaat niet lukken, of wel. Ik moet een beetje kleine afstand, anders ga ik echt dood. Kijk, daar gaan we. Moet ik vliegen? Snel, oké, ja, snel. Ik moet vliegen. Oké, daar gaan we. Ze zien me, ze zien me, ze zien me. Oh my god. Oh my god, er staan er meer soldaten. Jij mag, wat is hier veel bewaking. Echt niet veel bewaking. Sorry dat ik dat zo doe, maar dan zet ik mijn headset recht op. Er zijn hier echt veel soldaten. Oh, wat is dit allemaal? Ik moet echt niet gepakt worden. Defensie fingerscanner. Fingerscanner? 300 miljoen. Hier moet ik een foto van maken. Zo. Fotootje. Heel erg bedankt voor je abonnees. Helemaal bedankt. Jullie kunnen natuurlijk straks ook nog 27 abonnees. En dan kunnen we... of 17 abonnees. En dan kunnen we straks... 16 abonnees nog. En dan kunnen we straks een giveawaytje doen. Dus doe dat zeker even. Like, abonneer en alles. Doe dat even allemaal. Wat is dit? Echt waar. Het is echt allemaal tanks. Wacht, hier moet ik ook foto's van maken. Dit moet NBM weten. Dit moet NBM weten. En dit stuur ik gelijk naar NBM toe ook. En dan wacht, dat kan natuurlijk niet. Daar liep iemand. Daar liep allemaal. Daar liep gewoon even iemand. Even serieus. Oh. Daar. WBV. Ja, deze. Is die baas van het schip of zo? Maar dit is echt een battleship. Echt zo'n hele grote. Maar waar is dit? Is dit een haven of zo? Heel belangrijk voor je abonnee. Oh, dit slaat echt de spijker op de kop. Ik heb nog nooit zo'n spannende stream gehad. Echt in tijden niet. Het is echt zo spannend. Echt niet normaal. Ik moet in het schip proberen te komen, of niet? Wacht, laat ik hierop springen. WBV staat daar. Oh, ik hoop dat ik echt even wat langer hierin... Hoe gaat het met het transport... Ja, dit wil ik zien. Dit wil ik zien. Wat zegt hij? Hoe gaat het met het transport van de kernbom? Nee. Nee. Oh my... Oh. Oké, dus alles gaat... Ik kan niet zien wat hij typt. Maar ik kan wel zien wat WBV typt. Oké, dus alles gaat veilig? Nee! Nee! Oh, nee! Oké. Oh, wat de... Oh, what the heck! Er zijn echt heel veel soldaten! Nee! Oh... Kijkers, we hoeven echt serieus nog een paar kijkers en dan hebben we echt mijn record verbroken van kijkers, aantallen. Op mijn kanaal dan, op mijn kanaal. Op een GameStop natuurlijk niet, maar... Ik moet lezen wat hij schrijft. Oh. Hier. Ik moet zien wat WBV typt. Ik moet het zien. Ik wil het gewoon weten. Ik wil weten. Want als ik dit weet... Nee, er is dreiging in area. Inbreker of zo. Oh. Ja, ik sta naast. Ik ben die inbreker. Oh, nee. Dit ga je niet menen, toch? Dit ga je echt niet menen, toch? Oh, ik kan shiften. Wat doe ik? Wat doe ik? Oh, wat doe ik? Oké, maar in ieder geval. Ik heb dus nu informatie in mijn hersenen. En jullie de kijkers ook. Van mijn Topia. Dat in Area 42. Een paar kernbommen zijn. En ze zijn daar waarmee van plan.
Ze gaan waarschijnlijk die kernbommen gebruiken om iets kapot te maken, maar wat? Ik moet echt serieus dit aan alle ministers gaan vertellen, want dit gaat echt helemaal fout. Ik ga naar de opslag. Oh, maar ik heb echt zo'n groot probleem. Vlieg weg. Ja, ik moet hier weg. Ze kijken niet weg. ik verbaas me echt dat ze me nog niet hebben gezien. Wat is daar dan? Ik moet echt even water drinken. Ik hou dit niet meer. Ik moet blijven shiften. Daarvoor heb je je tanden gekregen, hè? Om een top open te maken van een... slaat er helemaal... Ja, mijn headset die valt bijna van mijn hoofd af, joh. Maar hij gaat naar het opslag. Welke opslag? Van die kernbom? Ja, echt... Ik hoop echt dat ik hier uit kan. Het is echt super spannend. Oké, we hoeven nog maar 11 abonnees... voor de giveaway. Dus knal natuurlijk zeker even... op dat blauwe duimpje omhoog. Oh nee. Zwem weg. Maar ik wil dit... Ik weet niet. Ik krijg adrenaline. Dat vind ik tof. Maar ik moet hierin. Ik wil in dit schip komen. Anders vlieg ik hier wel van weg. Kom wel goed. Maar ik wil in het schip. Nee. Oh nee. Dit zijn echt superveel soldaten. Oh, dit zijn echt superveel soldaten. Dit is echt niet normaal. Dit slaat echt helemaal nergens op, dit. Dit slaat echt helemaal nergens... Daar ook een. Dit zijn zoveel. Boog, ga weg, anders... Ja. Maar ik wil wel graag die spanning opzoeken, toch? En anders kom ik maar naar prison. Junius, heel erg bedankt voor je abonnee. Super tof. We hoeven nog maar 9 abonnees straks voor de giveaway. Na de spanning ga ik dus even de giveaway doen. Maar in ieder geval... Knal natuurlijk zeker eens op dat blauwe duimpje omhoog. Klik zeker op het belletje voor de mensen die nu zijn geabonneerd. En over 9 abonnees gaan we de... Wat? Nee, dat ga je niet menen. Dit ga je echt niet menen. Dit ga je echt niet menen. Ik voel me gewoon licht in mijn hoofd. Omdat ik gewoon zoveel zenuw heb. En kippenvel. Dit is echt alle gekkigheid op een stokje. Ik kan dit gewoon niet geloven dat het echt is. Daar liepen gewoon 2 soldaten voorbij. Ik moet mijn ding echt even strakker zetten. Mijn headset, anders valt hij echt van mijn... Ja, trouwens, dat maakt ook helemaal niet uit. Ik heb Deadly Beer, die kan ik gebruiken. Ja, zwem weg. Kijk, daar lopen ook gewoon een soldaat. Dit is echt niet normaal. Dit slaat echt helemaal nergens op. Oeh, ik kan niet onder... Laat maar. Dat kan ik niet. Dit kan ik niet. Ja! Ik vraag me steeds af. Ja, van de chat kan ik... Ja, dat maakt niet heel veel uit. Hij gaat... Ja, het is super spannend. Echt niet normaal dit. Waar? Oh, hij typt waar. Oh. Ja, hier kan ik binnen. We hebben een inbreker, broodje Elias. Oh, maar ik kan niet meer boven. Waar zei ik? Waar? Oh, ze hebben het door dat er een inbreker is. Hier ergens. Ik moet hier echt weg. Ik kan de turret besturen. Als ik op dit knopje druk, gaat er dan een knal of zo? Of schiet ik dan op dat... Schiet ik dan op die loods? Nou, er zitten waarschijnlijk geen kogels in. Dat is jammer. Misschien dat ik er kogels in kan duwen. Nee, we zijn druk bezig met het zoeken. Ja, maar ik kan nu niet naar beneden. Ik kan niet shiften naar beneden. Heel erg bedankt voor je abonnee. We hebben nog 7 abonnees nodig. Voor de giveaway. Kijk, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ik tel 6... soldaten. Alleen aan deze kant, hè. Daar zijn er nog een paar en daar. Ja, het is echt te spannend. Oh. Dit slaat. Ik moet deze kant op. Camera. Mijn masker. Ja, ik moet mijn masker opdoen, natuurlijk. Oh, ik stom. Ik heb die masker niet opgedaan. Oh, we hebben bijna de 200 kijkers. Dat zou super vet zijn. Dus knal natuurlijk zeker even het blauwe duimpje omhoog. En deel natuurlijk zeker even de stream op Facebook. Facebook of zo, maakt niet uit. Maar oké, in ieder geval. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik sta aan de voorkant van het schip en aan de achter... Dat is echt niet normaal. Ik kan gewoon niet ontsnappen. Als ik aan deze kant van het schip ga, dan... Een vliegtuig. Is dat een portaal?
Ik voel me zo licht in mijn hoofd. Vooral puur omdat ik zoveel adrenaline in mijn lijf heb. Gewoon. Dit slaat echt de spijker op mijn hoofd. Echt waar. En ik heb geen zin om mijn headset te fixen, want... er zijn nu even belangrijke dingen. Kijk, deze heb ik ook al niet geteld. Er zijn zoveel mensen hier. Maar ik zie niet alleen mannen in het leger, maar ook gewoon vrouwen. Maar dat zie je natuurlijk nooit. Veertjes zie ik daar. Met een gun. Ze heeft een gun in haar hand. Is dat het portaal? Weg, weg. Ja, ik moet weg hier. Ik moet hier echt inderdaad weg. Ik moet hier weg. Maar we moeten hier naar achteren. Ja, kan deze... Ja, deze kant op. Ja. Is hier een ingang? Nee, er is hier geen ingang. Maar ik... Oké, ze zien me. Die zag me. Rennen. Ja, die deuren staan hier op slot. Shift. Oh my god. Oh my god. Sorry dat ik zo schreeuw, maar ik kan het echt niet. Ik hou dit echt niet vol. Ik heb echt nooit zo'n spanning gehad. Hij is er niet. Oh, ze hebben niet door. Kom. Kijk dan, dit zie je toch ook bijna niet. Dit kan je toch ook bijna niet zien als ik zo sta. Even eerlijk. Dit kan je ook gewoon bijna niet zien. Moet je kijken dan. Dit is echt... Het slaat ook helemaal nergens op. Kijk hoe ik zit. Dit kan je gewoon bijna niet zien. Oh, houden ze de deur op? Nee, deze kant. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ik tel sowieso nu al 6. Deze kant op. Even serieus, kijk eens. Ik zweet aan alle kanten. Ja, misschien willen jullie het niet weten, maar dit is echt niet normaal dit. Dit slaat echt helemaal nergens op dit. 201 kijkers, hier moet ik een foto van maken. Dit is echt niet normaal. Echt, jullie zijn echt super grote bazen. Oh, snel. Ik moet echt snel zijn voor die. Oh. Oké, ik heb een foto. Dit is precies waar ik wou. Echt, jullie zijn echt super grote bazen. Ze zijn super grote bazen. 200 kijkers, dat heb ik echt al in een jaar lang tijd niet meer gehad. Op een GameStop natuurlijk wel. Maar nu niet meer. Op mijn eigen kanaal echt al een tijdje niet meer. Oké, maar in ieder geval, ik moet dus een uitweg vinden hier in Area 42. Ik bloos volgens mij helemaal, ik ben helemaal rood volgens mij. Ik voel me echt als een tomaat. Ik voel me echt letterlijk als een tomaat. Kijk eens, maar is dat een portaal? Moet ik daar zo meteen even naar me toe, maar er is nog veel meer informatie. Jongen, die MBM die gaat zo blij om voor mij zijn. En de Mytopia weer, dit gaat echt een revolutie worden. Alle kijkers, ik kan jullie garanderen... Elke YouTuber, elke persoon die in Mytopia speelt, gaat hier last van krijgen. Van die informatie die ik heb. En jullie, de kijkers die deze stream kijken. Echt waar, dit is echt insane. Dit kan bijna niet erger, zou je denken. Je bent ook een tomaat. Ja, klopt. Maar beter een tomaat dan een aap. Hey, toch? Oké, maar dit lijkt net op zo'n float die ook in prison staat. Is dit... Ja, dit is echt precies hetzelfde. Wacht, dit wil ik zien. Wat is de... Ja, dit is precies hetzelfde. Dit is precies hetzelfde wat in de prison map staat. Ze zijn weg inderdaad, dus ik kan nu lekker rustig kijken. Oh, misschien dat ik de machine kapot kan maken. Oh. Wacht, hoe kan ik al naar binnen? Nee, ik kan niet naar binnen, dat is jammer. Ja, oké, ik ben ook liever een aap, want die leeft inderdaad wel langer. Ja, heb je wel goed bedacht, inderdaad. Stel je voor, je hebt nog geen blauw duimpje omhoog achtergelaten. Kan dat natuurlijk, want we zijn bijna met 200 kijkers. Dan kunnen we natuurlijk ook wel even die 200 likes aan tikken. Dus knal natuurlijk zeker op dat blauwe duimpje omhoog. Want we gaan zo meteen over 3 abonnees. We gaan namelijk over 2 abonnees gaan we een giveaway doen. Als ik uit Area 42 ben natuurlijk. En als alles een beetje rustig is aan het einde van de stream. Maar dan moeten jullie zeker even blij de stream blijven. En dan gaan we dus die giveaway doen. Een paar maanden Mytopia whitelist. Of eigenlijk 1 maand Mytopia whitelist. 2 keer. Dus die kunnen jullie winnen. Hoeven jullie niks voor te doen. Alleen maar jullie naam in de chat te noemen. Denk ik. Weet ik nog niet precies zeker hoe ik dat ga doen. Maar in ieder geval. We hoeven nog maar een paar abonnees. Laat maar. We hebben het al gehaald. Echt insane. We hebben het al in gehaald. Maar in ieder geval. Als jullie willen meedoen. Moeten jullie even zeker abonneren voor de giveaway. Bij de stream blijven.
En ja, 8005 abonnees. Ik heb er geen, ik heb serieus geen woorden voor. Het is echt insane. 200 live kijkers, het is echt... Het slaat helemaal nergens op. Ik vind jullie super grote bazen. Alleen, zullen we maar eens even ontsnappen uit de... Area 42, dat vind ik een goed plan. Weet je wat? Wat ik wel even ga doen is een namenrondje. Om jullie even toch nog op te hypen. Ook, we gaan natuurlijk de giveaway naar dat toe doen. Absoluut gaan we dat doen. Maar als jullie wel mee willen doen met de giveaway, moet je zeker even abonneren, liken, reageren. Hier in de chat dus, lekker actief mee zijn. En natuurlijk de stream even delen. En mijn kanaal even delen op Twitter. En me volgen op Instagram en op Twitter. Dus doe dat zeker even. We zijn met 200 kijkers. Dat betekent dat we ook wel even 200... Ja, wat extra volgers op mijn Instagram kunnen doen. Ik heet op Instagram de Serial Gamer. Hetzelfde hoe ik heet op mijn eigen kanaal. Dus doe even dat likeje. Kunnen we ook wel even de 200 likes aan tikken. Als je mee wilt doen aan een giveaway, dan moet je dus zeker even mij volgen. Dus op Instagram, Twitter, de Serial Gamer. En ik heet dus op Instagram ook de Serial Gamer. Dus volg me daar zeker ook even op. En de Twitter ook. En alle namen die ik zie op Instagram, die onthoud ik ook wel. Dus dan zeg maar, dan heb je ook meer extra kans. En... Voor de laatste, volg en kom zeker even in de Discord server. Ik heb een linkje in de beschrijving gezet. Dan krijg je straks ook wel even een shout. Ik geef aan het einde van de stream ook wel even een shout-out aan alle mensen die zijn gejoined op mijn Discord server. Daar kan je namelijk mooi joinen en kan je mooi typen in de lobby. En dan zit er een level systeem in. Maar oké, ik ga heel snel een namenrondje doen. Daarna gaan we weer even de dikke spannende muziek op doen. En dan gaan we ontsnappen uit Area 42, want ik moet hier wegwezen. Ik heb genoeg informatie. Ik zie David, ik zie Ryan, ik zie Kevin. Heb geen Twitter, dan volg je me op Instagram. Maakt niet uit of we volg je op Discord. Kom je in de Discord server, maakt natuurlijk niet uit. Ik doe nogmaals een keer het linkje. Mika, ik zie Kevin, ik zie David, ik zie Sofiane. Joaquin, ik zie Mika, ik zie Femke. Joaquin, Johan, Emily, David, Davi. Erjan, Kai, Joran, Gekko. Of Gerko. Rayon, Kars, Arjan, Marcel, Rick, Juliette. Leuk dat je kijkt wie Juliette. Kastijn, Jarno, Aaron, Kars, Cairo, Rick, Joran. Ja, die chat gaat echt lekker los. Jullie zijn echt insane. Jullie zijn echt de tofste kijkers die ik ooit kan hebben. Echt waar. Wat staat hier op? De prison? Oh nee, niet. Er staat de fancy op. Omdat anders staat de prison dan. Oké, maar in ieder geval Lars, Carlijn, Christy, Stefan. Vincent, Antonio, Pompje, Jesse, Lara. Oh! Thijs, Tim, Kaan, Jona, Rohan, Tycho, Gianni. Oké, ik kan nu even niet... Sorry, Gamixie, dat kan ik even niet lezen. Maar ik zie echt superveel namen. Alleen, laten we straks even een namenrondje doen. Dus knal natuurlijk zeker op het blauwe duimpje omhoog. Maar ik zie hier links van mij WBF. En die zit in een... Die zit in iets... Zagen jullie dat? Zagen jullie dat? Horen jullie dat? Echt waar. Ik zei dat het niet gekker kon worden, maar even serieus. Even serieus. Dit. Ik krijg er gewoon honger van, echt waar. Ik heb gewoon honger. Zagen jullie dat? Dat was gewoon TNT. In deze container zit TNT. C-Force. Explosieven. Bommen. Laat ik het zo zeggen. Ik heb je gevolgd op Instagram. Super tof. Ik ga straks even... Ook iedereen die me volgt op Instagram ga ik straks even kijken. Oké, maar dit slaat echt helemaal nergens op. Heeft hij de deur opengelaten? Dan is hij echt een sukkel. Nee. Maar hij plaatste de serieus TNT. Alles of niets. Ik krijg er gewoon honger van, echt waar. Ik krijg gewoon honger van al dit gebeuren. Ik moet hier maar snel weg. Het kan niet gekker worden, inderdaad. Dit is echt een nachtmerrie, echt waar. Ik moet hier weg. Ik snap niet. Oh, ik zie echt... Wow, ik zie echt superveel mensen die de server zijn gejoined. Join natuurlijk zeker even de Discord server. Ik ga straks alle namen opnoemen aan het einde van de stream. Aan het einde van de stream die de Discord zijn gejoined. Je kan lekker chatten. Je krijgt ook een grotere kans dat je wint op de giveaway. Maar iedereen kan lekker chatten met elkaar in de lobby. En in de game chat kan je lekker chatten en zo. En meestal ga ik na mijn livestream altijd Fortnite spelen met kijkers. En ben ik ook wel actief in de chat altijd. Je kan het ook downloaden op je app, op je telefoon Discord. Dan kan je ook lekker in de ochtend gewoon op je mobiel gewoon chatten, mee chatten en zo. Dus join natuurlijk zeker even de server. Maar ik krijg dus gewoon
honger van die TNT gebeuren en vooral van dat altijd gekkigheid en echt van jullie bazigheid en het is echt insane en ik loop maar hier wat rond in Area 42 en ik weet niet wat ik moet doen. Ja, informatie opschrijven van hem. Ja, oké. Okay. Ik moet me even concentreren. Ik ga even shiften. Ik moet jullie even wat uitleggen. Want sommige mensen die de server zijn, of de server zijn gejoined, ik ben echt helemaal van mijn apropos af. Van mijn apropos. Ik ben helemaal van mijn hersenen af. Helemaal niet, geen concentratie meer. Oh, nee, ik drop mijn boekje. Nee. In ieder geval heb ik dus een opdracht van NBM gekregen. Omdat ik uit de prison ben ontsnapt. Moest ik dus een opdracht doen. En die opdracht is dus van NBM dat ik dus naar de Area 42 moest. Om hier informatie op te zoeken van Area 42. Dat is me wel gelukt. Dat kan ik jullie wel zeggen. Kan ik ook wel zeggen. Alleen, het moet me natuurlijk nog blijven lukken. Ga je morgen live? Morgen niet. Overmorgen waarschijnlijk wel. Want morgen ga ik namelijk naar de film waarschijnlijk. Het is vandaar. Maar ik kan Discord op je, ja, op je app. Ik moet hier echt wegkomen. Maar hoe? Dat weet ik niet. Ik moet even heel spannende muziek op doen, want dat maakt even 10 keer vetter. Oké. Discord is heel erg gezellig. Laat ik dat zeggen. Discord is wel echt een hele leuke platform om met elkaar te chatten en zo. Dus join natuurlijk zeker dus even mijn Discord server. Ik zet het nog 1 keer in de chat. Als je geen Discord hebt, maak het lekker aan, want het is echt geen, je krijgt er echt geen spijt van. Je kan lekker chatten, lekker praten met je vrienden ook. Want je hebt namelijk ook privé-channels waar je dus met z'n tweeën kan chatten en waar meer mensen dus niet in kunnen. Dus je kan gewoon lekker Fortnite spelen, Minecraft met z'n tweeën. Het is een soort van TeamSpeak Skype-achtig gebeuren, alleen dan gewoon, je kan chatten met mij, typend en zo. Maar deze deuren staan dicht. Hoe kan ik ooit hieruit komen? Moet ik weer op het schip of zo? Ik moet hogerop vinden. Hier ga ik naartoe. Niet betreden zonder toestemming, niet betreden zonder toestemming. Ik heb hartstikke wel toestemming. Maar lijkt dus even zeker. Oh, ik kan er gewoon overheen, lol. We hebben al de 8509 abonnees. Echt super sick. We gaan natuurlijk naar de 9000 abonnees. En ik kan wel iets tofs gaan regelen bij de 9000 abonnees. Weer een giveaway of zo. Bij elke 500 abonnees een giveaway. Dat is misschien wel leuk, inderdaad. Oké, maar ik moet ergens hogerop zien te komen. En ik moet daar overheen komen, toch? Trouwens. Ik zie net dat je gewoon er daaruit kan. Oh, trouwens. Ja, dat kan. Dat kan. WBV, TNT. Ja, ik zag zo net TNT. Echt super vaag. Ik kan het niet geloven. Het kan echt niet veel gekker worden. Kan ik trouwens hier bovenop komen? Nee, oké. Als ik hierin val, ben ik echt een klos. Oké, laat ik 1 ding doen. Zou ik ontsnappen? Oké, even wat typen in de Discord server. Oké, we gaan dus nu verder. Ik moet even kijken. Misschien dat we daar eruit moeten. Ga eruit. Nee, een rondje kijken. Ja, ik heb toch gewoon de tijd, toch? Of niet? Er zijn geen soldaten of zo, dus ik kan gewoon lekker rondkijken. Weet je, dit is toch vet. Jullie kijkers kunnen gewoon, weet je wat? Jullie kunnen gewoon bepalen. Ontsnappen, maar we kunnen ook nog gewoon lekker rondkijken, toch? Vind je het toch leuk? Dat is toch leuk? Jongen. Oké. Ik kreeg even een berichtje van iemand. Moest ik even heel snel bij antwoorden. Oké, nu heb je de kans. Ja, precies. Nu heb ik. Ja, de kans op te. Ja. Oké, ik heb dus de kans op te stappen, maar ik heb ook de kans om rond te kijken. Trouwens, ik moet toch in mijn boek schrijven dat er een hele super grote boot met kanonnen. Ik schuif gewoon slordig, maar het leger komt eraan. Ik heb, hoe laat je streamen? Ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee. Hangt een beetje vanaf. Ook als ik opgepakt word, ik heb echt geen flauw idee. Ik weet niet hoe het gaat aflopen. Trouwens, ik kan hier helemaal niet ontsnappen, zeker of wel.
Nou. Kan ik er ontsnappen? Oh my god! 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 Ik heb niet de perfecte muziek, maar... Ik moet even die perfecte muziek opzoeken. Dit ga je toch niet menen? Ja, deze. Deze zocht ik. Er staan hier soldaten. Er staan hier soldaten. Wat is dit? Oh, wat? Ze schieten. Ik moet hier weg. Nu kan ik niks meer. Nee, ik ben in de klos. Ik ben echt de klos. Oh my god, ze zijn aan de zijkant. Dit ga je niet vinden. Dit ga je echt niet bij. Oh, ze schieten! Wow. Even serieus. Ze schieten gewoon, hè? Ik ga hartstikke dood. Ik doe nu wel heel chill, maar ik ga echt hartstikke dood. Ik doe super, maar dan ook super chill. Maar waarschijnlijk hebben ze dit gewoon via camera's gezien of zo. Dat hebben ze echt met puur geluk inderdaad gevonden. Ja, wat zei ik? Ja, sorry, het is ook super slecht. Maar, nou ja, ik ben nu in het water. Ik moet gewoon rennen. Dit is niet anders. Ik moet rennen. Blijf natuurlijk zeker even bij de stream voor de giveaway. Kunnen we de 200 likes aantikken? Dat zou super vet zijn. Dus knal natuurlijk zeker even het blauwe duimpje omhoog. Ze zijn niet meer achter mij. Ja, maar ik zoek ook wel liever die spanning op. Toch wel even een randje, toch? Waar ben ik? Echt waar. Waar ben ik? Karma is een vis. AK Kevin. Ja, ik ben echt letterlijk een vis. Oké, in ieder geval achter mij staan dus de soldaten. Volgen ze mij. En willen ze me waarschijnlijk doodmaken. Dit is echt... Dit slaat... Oh, ze rijden hier. Ze rijden terug. Ja, nee. Ze gaan me opwachten. Even denken. Ze gaan me opwachten bij het land, denk ik. Ja. Ik heb echt een heel groot probleem. Ze gaan nu met die auto dus zo snel mogelijk naar die strand toe. En dan gaan ze daar dus... me opwachten. Uitloggen. Nee, dat is een beetje onrealistisch. Dag, Kevin. Oh, nee. Nee. Hey, serieus. Naar rechts. Ja, wat gebeurt er naar rechts dan? Ga ik dan... Ja, ga naar rechts? Ik zie iedereen naar rechts gaan. Oké, dan ga ik naar rechts. Ja, dat is misschien wel een sluim terug. Ja, terug is misschien ook wel slim. Want ze gaan nu allemaal naar die voorkant. Ja, kan ik... Yo, wat? Ja, hier. Wat is dat dan? Dat is een stuk land. Ja, ik weet niet waar ik ben. Misschien ben ik nu wel bij de prison. Geen idee. Ik heb echt geen idee waar ik ben. Oh, het regent ook volgens mij. Ja, het regent. Heb ik uitstaan, maar... Je ziet de waterdruppels nog op het land komen. Oh, snel. Oh. Nou, hier zit ik wel even veilig. Dat is wel fijn. Oké, wat is dat? Echt serieus, wat is dit? Dit is toch helemaal geen land? Het is gewoon een eilandje. Rip, serieus, hij is uitgestorven in de prison. En hij is 20 jaar geleden opgepakt in de... Uitgehongerd, ja. Oh, ik regel wat. Probeer wat te regelen of zo. Dat er iemand mij met een helikopter kan oppikken of zo. Of met een vliegtuig. Maar die is niet online. Ah. Ja, waar moet ik naartoe? Even serieus. Waar moet ik naartoe? Moet ik terugzwemmen? Ja, oké. Ik kan nu nog kiezen. Ik laat het aan jullie over. Of ik kan die kant naartoe zwemmen. Die naar voren. Of ik kan naar rechts. Nog steeds deze kant op gaan. Waar eilandjes staan. Of ik kan teruggaan. Waarschijnlijk zijn ze die kant op gegaan. Want ze zijn die kant op gegaan met de auto. Ik kan kiezen. Jullie mogen kiezen. Die kant, dus oké, laten we ze een naam noemen. Dat is 1, dit is 2 en dit is 3. Oh nee, dit is terugzwemmen. Gewoon terugzwemmen is deze kant. En dit is rechtdoor. En dit is naar de stenen. Doorgaan naar de eilanden, oké.
rechts, giveaway. Ja, giveaway gaan we zo meteen doen. Maar ik ben wel in de Kaap nu, maar... ze zitten achter me aan, dus ik kan nu niet even die giveaway doen. Want anders word ik straks opgepakt, daar heb ik echt geen zin in. Dus blijf natuurlijk zeker echt bij de stream voor de giveaway. Jullie hebben allemaal kans. Drie. Oh, drie is deze kant op, toch? Nee, is terug. Terug? Moet ik terug? Oh, ik zie echt super veel mensen staan. Wow. Bram. Oh. Vegar Bram heeft 2 ogen in. Ten, 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 ten. Ik schrok echt. Ik stuurde even een berichtje naar iemand die misschien maar kon redden. Maar iemand heeft gedoneerd. Kom straks Krottenwijk. Als ik het haal. Vegar. Ik kom straks naar de Krottenwijk. Is goed. Heel erg bedankt voor je 2 euro donatie. Even iedereen hartjes in de chat spammen. Voor Vegar. Een 2 euro donatie. Super tof. Iedereen spam even die hartjes in de chat. Ik zou zeggen, doe het even. Heel erg bedankt voor iedereen zijn abonnee, Thomas. Oké, maar oké. Okay, ik probeer echt even iets te regelen, maar ik weet niet. Bent. Ah, hij kan niet. Oké. Ik zie allemaal hartjes in de chat, maar ik moet weg. Ik ga deze kant op. Richting de eiland. Ik ben de weg kwijt trouwens. Welke kant was nou... deze kant was de richting de eilanden volgens mij. Ja. Kijk eens, deze kant ga ik op. Ik ga terug... naar de Kaap. Ik ga naar de Krottenwijk. Dat wil ik doen. Ik ga niet terug naar Area 42, want dan word ik weer op aangepakt. En dan... Dit gaat helemaal fout. Dus ik ga gewoon terug. Achter je. Zijn er achter mijn soldaten? Zou best goed kunnen. Ik ga terug naar de Krottenwijk. Dat moet ik wel doen. Ik hoop dat het hier niet stopt. Ik hoop dat het hier zo meteen ergens land is. De andere kant. Is daar de Kaap? Die kant? Die kant? Daar. Ik weet het niet. We hebben 200 likes aangetikt. Jullie zijn echt insane. Dit is de kant van de border. Oké, dan moet ik deze kant op. Kijk, dit is dus waarom jullie zo'n super grote bazen zijn. Omdat ik gewoon jullie hulp nodig heb. Ik heb je wat op Discord gesurfd. Dat zou het best kunnen, maar... ja. Dat kan ik nu even niet lezen. Kiptopia, dat even niet. Want ik ben even heel druk. We moeten deze kant op. Deze... Links, deze kant. Meer naar links. Oké, ik ga deze kant op. Ja, oké. Ik weet wat jullie bedoelen. Krottenwijk mag, mag leger komen. Ja, bij het Krottenwijk mag inderdaad het leger komen, maar... Hé, die soldaten staan daar natuurlijk. Maar ik hoop dat ze dan... daar niet staan of zo. Want als ik in een Krottenwijk ben, dan ben ik wel veilig. BK heeft weer 3 ogen dan niet. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Ah jongen, wat is de baas? Dus kijk eens, spam natuurlijk weer die hartjes in de chat voor Vegar voor zijn 5 euro donatie in totaal. En hij zegt, oh dit is heel stom. Lekker bezig, lekker mensen in de... Oh, dat kan ik niet zeggen. Iets met lekker mensen in de chat. Oké, ik noem straks nog even je donatie op, maar anders stik ik straks. Maar echt, spam die hartjes in de chat, want echt Vegar is echt een baas. Dat gaat natuurlijk weer in de pot voor mijn studiomicrofoon waar ik voor spaar. Om mijn kwaliteit te verbeteren voor jullie. Microfoon die ik hier heb, wil ik namelijk verbeteren. En dan kunnen jullie... dan kunnen jullie gewoon leuke... betere video's verwachten. Dus vandaar dat ik dat goal heb. Maar in ieder geval, super tof dat je... je hebt gedoneerd. Vegar. Dikke shout-out naar jou. Ik ben de 200ste liker. Super tof. Dus knal natuurlijk ook allemaal even op het blauwe duimpje omhoog. Wie weet kunnen we nog de 225 halen. Niet te veel reclame maken, Kiptopia. Oké. Ik ga in de... Oké, is goed. Oké. Zijn er veel mensen in de Discord server gejoined? Ik zie ook iemand die online is in de Discord server. Oké. Ik zie echt heel veel mensen die zijn gejoined. Echt een stuk of 5, 40 of zo, 30. Oké, ik ben er. Oké, Dante, leuk dat je er bent. Patatje, ik heb echt... Het is echt verschrikkelijk. Mijn auto.
En mijn masker moet even af, zo. Sorry. Maakt niet uit. Leuk dat je kijkt, Luca. Oké, ik moet weg. Dat is de ingang van Area 42. Ik ben aan het land gekomen. Oh my god. Ik heb dus super veel informatie wat Mytopia gaat veranderen, sowieso. Mytopia gaat echt dik veranderen. We gaan hier waarschijnlijk nog wel veel meer video's van maken op mijn kanaal. Dus knal natuurlijk zeker op het blauwe duimpje omhoog. Klik op het belletje, want dan krijg je namelijk een melding als ik dus zo'n video maak. Want dit kan niet meer. Als Mytopia, als Area 42 een kernbom heeft. Als de TNT allemaal is en zo. En allemaal neutronenbommen en zo. Ja, dat kan niet. Dat kan gewoon niet, toch? Laten we even hier in de hoek parkeren. En even kijken wat we kunnen doen. Want ik zag daar een soldaat. Oké, 210 likes. Jullie zijn allemaal insane. Jullie kunnen me natuurlijk ook even mijn Discord server joinen. Want ja, daar ben ik lekker actief in ook. Dus kan je lekker in de lobby met me praten en in de gamechat. En kan je ook fanarts maken. Dus stel je voor als je tijd kwijt wil in de vakantie. Je verveelt je, kan je fanarts maken. Maar ja, ik kan natuurlijk niet binnenkomen in die Kottenwijk. Ofwel. Leuk dat je kijkt nog, Martje. Super tof. Oké, leuk dat jullie allemaal nog kijken trouwens. Hoe kan ik... wat als ik nou gewoon mijn kleren uitdoen? Ik had nog een elitegatje. Een masker op. Ze hebben het niet door. Ze hebben het niet door. Ze hebben het niet door. Ik had wel een masker op, toch? Dus in principe... Burger. Ik ben dus door de douane heen. Ik ben dus door de douane heen. En ik had dus een masker op. Dus ze hebben het waarschijnlijk niet doorgehad. En hoe krijg je Mytopia? Om mij straks mee te doen met de giveaway. Kan je ook winnen. Maar Mytopia kan je spelen op de play.dusdavidgames server. Alleen kost dat iets van 3 euro of zo per maand. Dat is het zeker wel waard. Dat kan ik je garanderen. En dat doen ze. Omdat Mytopia de server onderhouden kost ook geld. Dus vandaar. Maar het is heel vet. Maar oké, even om heel snel terug te komen op het verhaal. Ik kom dus door de douane heen. Wat al super bijzonder is. En super bijzonder dat ik sowieso in Area 42 ben gekomen. Levend uit ben gekomen. En Kai Tiger kom ik ook nog eens een keer tegen. En hij is gewoon ontsnapt of zo. En hij is een burger. En zo net was hij nog marechaussee. Hij is namelijk zo net opgepakt tijdens mijn stream. Het is van een half uurtje terug is hij namelijk opgepakt door... Omdat hij corrupt is. Wat is er aan de hand? Ik zag dat soldaten je oppakten. Maar hij is dus nu zijn prefix kwijt. Door mij gedeeltelijk, door MBM. Weet je, het is niet mijn schuld, weet je. Boeien, niet mijn schuld. Maar hij heeft wel een heel groot probleem. Hij heeft namelijk geen baan meer. Dus we gaan even kijken. Ik ben ontsnapt. Wat dacht je? Slim. Dat ik het niet in me had. Ik had het ook in me. Dat verwachtte jij ook niet van mij. Ja, hij zei tegen mij dat hij dat niet verwachtte. Jongen. Maar waar is je baan nu dan? Waar is je baan nu dan? Want dat jij niet kan ontkopen van zo'n stelletje sukkels. Dat jij niet kan ontkomen van zo'n stelletje, betekent niet dat ik dat niet kan. Oh ja, de volgende week. Ja, oké. Daar heb je je punt. En je baalt niet of zo. Hij boeit het helemaal niks, hè?
Mij boeit het echt helemaal niks. Wat dacht je? Tuurlijk wel. Oh. Maar wat nu dan? Als ik jou was? Oh, nee. Road to the 10k subs. Ja, inderdaad. Ik hoop echt binnenkort 10k abonnees aan te... 10k? Ja, 10.000 abonnees aan te tikken. Dus jullie kunnen daarmee helpen om op het blauwe duimpje te klikken. En natuurlijk de stream te delen. En aan je vrienden enzovoort. En aan je familie en zo. En natuurlijk te abonneren. Hij is een man... ik zou... als ik jou was, zou ik je maar gaan verantwoorden bij MBM. Hij is een man verloren in defensie. Ja... Maar waar is MBM dan? Waar is MBM dan? Prison neem ik aan. Ah. Oké. Nou ja. Ik moet je wel bedanken. Het was tof. En heb de opdracht kunnen regelen. Maar daar zou je zelf moeten voorkomen. Ja, klopt. Dat ga ik regelen. Kom ik zo. Oh! Oh. Een flesje viel om. Gelukkig zonder water. Oké, bijna nog... Ja, we hebben de 200 likes. Al 210 zelfs. Ja, maar ik heb er niks meer aan. Tja. Ik zou zeggen... Kom later eens terug. Dan heb ik wel wat voor je. Ja, hij is echt super boos op mij waarschijnlijk. Want ja, hij heeft zijn baan gewoon verloren door mij. En ja, dat is best wel een groot probleem. Ha, denk ik wel. Ik pak jou nog wel. Oh? 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 Jij pakt mij nog wel? Oh, dit is een prison setje. Jij pakt mij nog wel? Jij pakt mij nog wel? Jij pakt dan mij nog wel? Oké! Ik kan wel tegen een kogel, hoor. Ik kan wel tegen een kogel, hoor. Dus. Ga weg. Ik kan niet tegen een kogel. Ga weg. Ga weg, man. Jongen. Heeft hij me geholpen en dan maakt hij het in één keer een heel groot probleem van. Oh my god, hij slaat daar... Oh, misschien is het slim om even mijn dinges te... Zo. Oh, huh? Waar is Begar? Oh, ik zag Begar daar. Oké, dan gaat hij me zomaar bedreigen. Wat dan? Zieke man. Hey. Jongen. Daar helpt hij mij? Kai Tiger, help mij gewoon. Is het goed gegaan? Ja. Kom eens binnen. Ik heb info wat heel MT gaat veranderen. Wat heel Mytopia gaat veranderen. Ik heb namelijk informatie binnengekregen in Area 42 dat er een kernbom is. En nog een kernbom. En die gaan ze waarschijnlijk gebruiken om iets mee kapot te maken. Het lijkt wel een soort van Fortnite-theorie-achtig iets. Hou het geheim. Anders ben je eraan. Ik was zo net in Area 42. En daar was een bom. Maar niet zomaar een bom. Een kernbom. Speelde Mytopia mee 1-2 jaar geleden. Dat is lang geleden. Wat? Ja. Begar doneert weer 1 euro. Allemaal even hartjes in de chat spammen voor Begar. Knal natuurlijk even zeker op een blauw duimpje omhoog. En reageer dan even gelijk natuurlijk met die hartjes in de chat voor Begar. Ik ga natuurlijk nog even snel die reacties voorlezen. Begar zegt crash de A, no problem. En Begar zegt ook lekker mensen in elkaar slaan. Oké, in ieder geval, Begar, heel bedankt voor je 6 euro donatie in totaal. Super tof, maar in ieder geval, wat zegt hij nog? Misschien blaast hij de krottenwijk op. Ja, of erger. Mytopia. Of Atlanta. Dit moet... erg worden. Maar hou het nog maar
geheim. Omdat niemand ons gaat vertrouwen. Niemand gaat ons vertrouwen, even serieus. Ik heb wel foto's van gemaakt daartegen. Maar ja, die zijn... Ja. Jongen, zit nog mee. Oké, we gaan zo meteen de giveaway doen, jongens. Dus knal alvast op dat blauwe duimpje omhoog. Waarschijnlijk hebben jullie dat al gedaan, omdat jullie wel mee willen doen met die giveaway. Ik heb een beetje jeuk aan mijn neus. Oké, we gaan dus zo meteen de giveaway doen. Dit doe ik omdat niemand ons gaat geloven, inderdaad. Dus... hou het voor je. Top. Top! Volgens mij is dit iemand van mij uit mijn gang, weet ik niet zeker, maar volgens mij wel. Oké, maar Bega crashte dus. Ik hoop dat hij straks terugkomt, want hij wil me van... Ik moet door. You. Trouwens, ook al gaat hij het door vertellen. Hij gaat het niet. Hij gaat het niet doorhebben. Oké, Baker heeft 1,5 euro gedoneerd. Maar in ieder geval, niemand gaat zijn verhaal geloven. En die van mij ook niet. Bega Bram, 1,50. Kom er weer aan. Oké, hij doneert 1,50 en hij zegt dat hij er weer aankomt. Superleuk. Ik wacht op je, Bega. Dan ga ik hier alvast even wat reacties optellen. En even kijken mensen die actief zijn in de Discord en zo. Oké, stel je voor. Jullie hebben de tijd om de Discord nog even kunnen aanmaken. Join even zeker de Discord server. Hier promote ik ook, mijn video's. Kan je level uppen met ranks dus. Kan je lekker chatten, privé chatten. Net als TeamSpeak kan je een channeltje aanmaken. Of niet een channel, maar die heb je automatisch al. Dan kan je dus privé met elkaar spreken en openbaar. En zometeen ga ik even iedereen even bekijken. En dan kan ik die naam even onthouden. En dan heb je misschien een hogere kans om te winnen. Ik zie echt super veel mensen. Echt super tof, super tof, super tof, super tof. Dus join natuurlijk zeker even de server. Doe dit even zeker. Join natuurlijk de server, Discord server. Hi, ben er weer. Heb je wat eten voor mij? Ik wil niet dat hij me gaat vermoorden. Jawel. Jawel. Lekker appels, is gezond. De laatste tijd minder actief op de Discord. We hebben wel wat drukker. Maakt niet uit. Als je vakantie hebt, dan heb je straks... is het fijner, toch? Als je dus in de lobby praat, kan je dus level omhoog raken. We hebben binnenkort... hadden we een dikke update. Ik zie heel veel mensen in de server joinen. Ik vermoord je niet hoor. Top, waar is die? Waar gaat hij naartoe? Alsof het zijn huis is, oké. Waar is die? Kai. Kai staat hier. Kai, wat wil je nou? Kai. Halt. Auw, hij steekt me! Jongen. Steek me, wat? Nee, joh. Ik heb bijna geen damage van gekregen, dus dan... Hij steekt me. Wat een gek. Oké. Ik ben zojuist gestoken. Niet dood. Maar een keer. Lol, oké. Zagen jullie dat? Ja. Dat is gek. Oké. Nou ja. Het is maar een gek. Echt waar. Het slaat helemaal nergens op. Ik geloof hem niet meer hoor. Ik vertrouw hem ook niet meer. Het is echt een gek dat Kai de Tijger. Oké. Laten we. Echt een goede stream. Thanks. Als je dit een goede stream vindt, kan je natuurlijk even zeker even op het belletje klikken naast de abonneerknop. Dan krijg je elke keer een melding als ik een video maak of een livestream. En dan kun je dus meer van deze toffe video's krijgen. Ik ga heel veel live in de zomer, dus doe het zeker even. En we gaan natuurlijk even knallen. Even zien, hè. Zie ik meer mensen die in de online zijn gekomen. Ik moet gaan, succes nog, Kevin. Geen probleem. Nu komt de kans voor mensen die... Ja, ik zie heel veel mensen. Ik moet even de kans nemen om even iedereen te lezen. Ik zie Ties, ik zie Gianni de Pauw. Shout-out naar jullie, Jovo, Bram Master. Oh, tof dat je de server joint. This is Sam, the only real miner. Kees, zie ik. Ik zie Brian, ik zie Caro, ik zie Enrico, Games Normaal, Jesse, Road to 1000 zie ik, Game Ready, ik zie Jesse, Donnie,
Swim zie ik, Trucker zie ik, Bluffer, Kai, Vuurman, Snipe, dus Davy, Broodje Elias, Meikigmeisje oftewel Eli, Elle, Vault, Security, Swim, Joran de Rijder, altijd Milan Games, Arjan, Oswaldo, IQS, Guus, Besselaar, Penguin, Landteam, Gerko, Wesley, Jelle PL. Sorry, het zijn echt super veel mensen. Gerko, Wesley, Jelle PL, Golden, Danny, Euro, Bliksem, Lucas, Batman, Arbeidje, Komkommer. We zijn bijna klaar. Björn, Tije, gewoon Sam, gewoon... Oké. Oké. Weet je wat we gaan doen? We gaan die giveaway doen. 2 keer. 1 maand Mytopia bij het list. We gaan het doen. Heb je team DDG rank? Ik steek niemand neer of schiet hem zonder bivak. Ik steek niemand neer of schiet hem. Ik heb geen rank. Oké, laten we de giveaway gaan doen. Ik zie heel veel abonnees binnenstromen. Ja! Je moet natuurlijk ook geabonneerd zijn op mijn kanaal als je mee wilt doen met de giveaway. Dus abonneer. Nu dat het nog kan. Dus abonneer natuurlijk zeker even op mijn kanaal. Reageer natuurlijk zeker ook even op andere video's straks als ik de stream beëindig. Klik even op het belletje. Dat moet zeker ook over als jullie mee willen doen aan de giveaway. Kanaal natuurlijk even zeker op dat blauwe duimpje omhoog. En deel natuurlijk even zeker mijn kanaal. En volg me op Instagram en op Twitter. De Serial Gamer heb ik op Twitter. Heet op dezelfde hoek op YouTube heet. Dus als je niet precies hoe je het moet typen, kan je kijken. Hier op beneden staat mijn naam. De Serial Gamer, dus op Instagram heet ik ook. En dan op Twitter. Dus volg me daar ook zeker even. Dan gaan we over 2 minuten. Gaan we even wat leuke giveaways doen. Oké, dus set. Weet je wat we kunnen doen? Ik weet iets leuks. Ik weet iets tofs. Want ik heb al heel wat namen gezien. En ik heb ook wat namen gezien op Discord. En ook heel veel namen die ik heb onthouden. Dus wat ik zo meteen ga doen, is dat heel veel mensen hun naam, een soort van naamrondje, in de chat gaan doen. In de YouTube chat. Dan pik ik er 2 uit, die dus misschien hebben gevolgd op Instagram. Die me best bekend voorkomen. En dat kan natuurlijk ook iemand zijn die bijvoorbeeld minder bekend voor is. Maar ja, weet je, dat is nou, so be it. En er komen natuurlijk steeds meer giveaways aan. Dat zeker. Dus zet straks even je naam in de chat. Nu hoeft het natuurlijk nog niet. Maar we gaan nog even afwachten totdat iedereen even hun dingetje heeft gedaan. Iedereen is natuurlijk terug aan het typen naar de Serial Gamer, Instagram, Twitter. En natuurlijk ook mijn YouTube kanaal abonneren en liken en doen. Dus dat kost natuurlijk even tijd. Dus we wachten heel even nog. Spannende muziek gewoon, omdat het zo spannend is, hè. Ik ben er letterlijk de hele tijd van de stream. Lamau, ja, daar heb je gelijk, BBV. WBV, jij hebt al Mytopia. Wat kun je eigenlijk winnen? 1 maand Mytopia whitelist. En dat 2 keer, zeg maar. Ja, als je geen Instagram hebt, hoeft dat natuurlijk niet. Het is gewoon een optie. Het hoeft niet per se te zijn. Ik wil nog steeds een shout-out geven aan Begar voor de donaties. Maar in ieder geval, we zijn hier bij mijn ganghuis. Het is lekker laat. We zijn bijna 2 uur live. Dat vind ik super tof. We gaan zo meteen dus die giveaway doen. Dus blijf er zeker even bij. Echt nog een paar minuten. Je hoeft natuurlijk niet de Discord. Je hoeft ook niet de Discord te joinen. Of zo, als je dat niet hebt. Als je niet mag. Dan hoeft dat natuurlijk niet. Maar het kan natuurlijk wel. Ik zou zeggen. Join ook even die Discord server. Want die Discord server is gewoon super handig. Want daar kan je gewoon zien. Wanneer je dus een nieuwe video upload. En dus nieuws. En je kan dus level omhoog raken. Dus elke keer als je dus een bericht typt in de lobby. Chat in de game chat en in de fanart. De fanart moet je natuurlijk alleen typen als je iets een tekening hebt gemaakt of zo, weet je wel. Dat spreekt voor zich. En de game chat natuurlijk ook even de regels doorlezen. Wees aardig voor elkaar en zo. Maar je kan dus elke keer als je om de minuut een bericht stuurt. Ik wil iets zeggen en dan komt er een donatie. Jongen. BK heeft weer 1 euro doneerd. Super tof. Oké, ik lees het zo voor, BK. Je bent echt een dikke vette baas. Dus drop even allemaal in de chat, even allemaal hartjes in voor Begar. Dus allemaal hartjes even in de chat spammen voor Begar. Een super grote basis. Maar oké, even snel beginnen. Want ik heb het wel even afmaken. Je moet dus even met respect met elkaar omgaan en zo. Hou een lekker gesprekje. In de gamechat kan je gewoon afspreken om bijvoorbeeld Fortnite te spelen. Elke keer na vrijdag om 19:00 ga ik Fortnite spelen met kijkers. Nu alleen even niet, omdat even... Ja, het is even een hele andere... Ja, weet niet, situatie. Maar dat probeer ik zoveel mogelijk te doen. En dan komen er ook events en zo in de event channel. We wachten nog heel even. Dus volg me natuurlijk zeker even op Instagram. En join natuurlijk zeker even de Discord server nog. Dat het nu nog kan.
Ja, het kan natuurlijk ook de hele tijd hoor, maar... maar oké, Begar zei... Ik wou gewoon even doneren. Ik wou gewoon even doneren, zei hij. Nou weet je, dan doe je je ding toch. Dan ga je gewoon even doneren toch. Ik ga even mijn Instagram erbij pakken, want ik wil natuurlijk ook even zien wie me volgt op Instagram. Ik zie heel veel meldingen op Twitter, dat is tof. En ik zie 30 nieuwe volgers op Instagram. Weet je hoeveel dat is? Dat is echt insane. Ik zie echt heel veel nieuwe volgers. Dat is heel vet om te zien. Like natuurlijk ook even mijn posters. Mijn laatste post. Ik zie Jesse, ik zie Kevin, ik zie Brian. Ik zie echt allemaal shout-out naar jullie. Mea's, Tim, ik zie Sander, ik zie Dan Skuiten, ik zie Trampoline. Of Trampoline. Nathan, Kai, Sam, Rick, Marins, Daan, Carlijn, Crazy, Femke, een GameStat-fan. Ja, echt, ik zie superveel. Arjan, Real Picture, Keomdik. Ik zie heel veel mensen die me ook mijn post liken. Super tof te zien. Ja, echt super vet dat jullie me al volgen. Ik wil ook binnenkort weer zoveel mogelijk volgers op Instagram hebben, want ik heb er bijna 700, dus het zou vet zijn als we binnenkort ook dus 1000 kunnen aantikken. Dus volg me zeker ook even op Instagram, de TheSeroGamer. Binnenkort ga ik ook veel meer posten op Instagram. Want er komen ook heel veel leuke dingen aan, natuurlijk de zomer en zo, toch? Dus dat heb je altijd van die zomerdingen. Ik zie allemaal leuke tweetjes. Ik moet natuurlijk iedereen een mooie kans geven. Allemaal chatmods die te doen, super tof. Kijk de stream, hoppatee. Heel wat mensen volgen mij. Sam Graves, Luke, Southland en K4. Oké. Morgen Fortnite. Ja, ik ben echt ontzettend druk. En morgen ga ik ook naar de film en zo. Ik weet niet hoeveel tijd ik heb. Oké. Boas, oké wel hoor. Jij krijgt ook wel eens een keertje iets of zo. Speciaals of zo. Boas, je bent echt lekker bezig op weg. Boas is namelijk iemand die ook heel veel chat in de Discord enzovoort. Dat is bijvoorbeeld iemand die bijvoorbeeld heel goed chatbots zou kunnen krijgen en zo, weet je wel. Het hoeft niet te betekenen dat hij het krijgt, maar ik bedoel... weet je wel, die... Welke film? Nou, Deadpool 2 is de bedoeling. maar oké, in ieder geval... weet je wel, hoeveel wil je hoeveel geld wil je Max geven? Oh, dat heeft hij tegen iemand anders. Ik ga even een slokje water nemen, want het wordt nu even zenuwachtig voor jullie te kijken zo. We gaan het doen. Oké, ik geef nog één keer de laatste kans. Join zeker even mijn Discord server. Ik zet even vier keer spam. Sorry, ik mag even deze keer spammen. Als je een naamrondje doet, mag je natuurlijk ook spammen. Natuurlijk en hartjes en zo, maar acht. Oké, like natuurlijk zeker even deze video. Dit is een livestream dus. Knal natuurlijk zeker even op dat belletje naast de abonneerknop hier beneden. Abonneer zeker dus even op mijn kanaal, wat dus iemand anders zo net ook heeft gedaan. Wat dus nu nog kan. Join is mijn Discord server. Hoeft natuurlijk niet. Is een optie. Maar krijg je wel een grote kans. En volg me op Instagram, TheSeroGamer, want ik ga veel meer posten op Instagram. Omdat er binnenkort wat meetings aankomen en zo van een GameStat. En... volg mij op Twitter, TheSeroGamer. Want daar volg ik en daar zeg ik ook altijd als ik een nieuw video heb geüpload. Dus... We gaan bezig met... Ik ga nog 1 minuut wachten, oké? Omdat ik dit nu heb gezegd. Iedereen weet wat hij nu moet doen. Even weer heel snel typen. Ah, ik moet heel snel. Dan ga ik het zo meteen doen. Of 1 minuut. Dus over... Dat is 52. Na... 53. Want een minuut is bijna voorbij namelijk. Dat is een beetje oneerlijk. Heeft niet maar 10 seconden in plaats van een minuut. Oh, ik vind het zelf ook wel een beetje zenuwachtig, hoor. Gewoon gratis op mijn Dopia whitelist. Het is toch insane? Dat is toch vet? Ik moet natuurlijk wel iemand zijn Minecraft naam. Dus jullie moeten straks even jullie Minecraft naam in de chat noemen. Dus niet de naam van je echte naam, maar gewoon je Minecraft chat. Want je moet natuurlijk wel op de DDG server kunnen spelen. Dus je moet niet geband zijn. En je moet bijvoorbeeld een echt account hebben. Dus bijvoorbeeld wat ik dus heb. Weet je wel, zero error. dan moet je dus... een echt account voor hebben. En dan kan je meedoen met de giveaway ook. Want ja, dus, ja, of je kan hem geven aan een vriend, kan natuurlijk ook. Dan moet je natuurlijk wel de Minecraft naam van je vriend intypen. Maar dan moet je dus de Minecraft naam van jouw account. Dus hoe ik heet, Serio Error. Dat staat hier, Serio Error tab. Kijk, dit is mijn naam. Moet je dus in de chat noemen. Dus gewoon je Minecraft naam in de chat. Want anders dan... ik heb een giveaway gesponsord. Heb 10 euro gedaan. Ik heb de giveaway. Maar... Begar, nog bedankt. Nog even een dikke shout-out aan Begar. Maar Begar, weet je wat het is?
dit gaat allemaal even naar mijn microfoon. Omdat ik spaar voor een microfoon voor betere kwaliteit voor jullie. En we zijn wel op de helft, bijna. Je kan doneren in de beschrijving. Dat is natuurlijk een optie, hoeft natuurlijk niet. En dan spaar ik voor mijn Rode NT USB. Dat is een microfoon. Waarvoor ik spaar. Om de kwaliteit beter te maken. Maar dat hoeft natuurlijk niet, hè? Ah, joh, dit is zo spannend, dit muziek. Echt waar, het is echt... Ik heb hier zoveel zin in om iemand blij gelukkig te maken. Maar je moet dus even je Minecraft chat in de... Minecraft naam in de username. Dus je Minecraft naam in de chat zeggen. Oké, dus 53. Ik ga zo meteen kiezen. Twee eigenlijk om precies te zijn. Like dus nog even. Abonneer. Klik op het belletje. En dat is dus het belangrijkste. En volg en join natuurlijk de Discord server. Oké, daar gaan we. Oké, zet je Minecraft naam in de chat. En ik probeer hem. Ik zet hem in langzame modus bij mij. Dus ik kan elke Minecraft naam zien. Dus ik weet dat er 136 namen zijn. We gaan binnenkort gewoon weer heel veel giveaways doen. In de zomer. Dus gewoon, iedereen heeft gewoon evenveel kans. Natuurlijk, het zijn er maar twee van de 136. De kans is... Bekar heeft een E50 gedoneerd. Bekar, wat ben je ook een baas. Maar Bekar, ik doe nu even niet de hartjes, want anders dan... Baas, want anders dan hartjes in de chat. Ja, weet je, laten we dat straks even doen, want anders dan is het weer helemaal onverzichtelijk. Want dan stuur ik even deze Minecraft naam naar iemand door en die zet een whitelist jullie dan voor een maand. Dus typ je Minecraft naam wel even goed in. Kijk het nog even. Dan maak ik het nog spannender, hè. Dan ga ik nog even 10 seconden wachten. En dan, we gaan zo meteen die hartjes even doen. Oké, Bekar? Want anders dan is het zo ziek of niet. Oké, Emily doet wel hartjes. Ja, Emily is wel een baas. Ja. Oké, ik krijg gewoon kippenvel. Omdat, ook al is het voor mij niet zo spannend, maar voor jullie meer. Oké. Daar gaan we. Zo. Oké. Ik zie heel veel mooie naampjes. Ik zie elke naam zie ik nu, want het gaat niet te snel. Ik zie gewoon de Minecraft. Ik zie Joaquin. Ik zie dus dit is Razer. Ik heb geen Minecraft. We gaan binnenkort ook gewoon andere giveaways doen. Komt natuurlijk ook gewoon goed. Dus stel je voor jullie binnen niet. Kan dat natuurlijk binnenkort gewoon weer. Lucas Jordi Storm. Heet je Jordi Storm? Ik zie wel wat bekende naampjes. Ik zie heel veel bekende naamjes. Ook al heb je Mytopia, kan dat ook nog gewoon... Nou, weet ik niet per se. Als je Mytopia zelf hebt, zou ik wel een andere naam... Een vriend bijvoorbeeld van je doen of zo. I get you. Ik neem echt één slokje water, want ik... Dit is zo'n moeilijke keuze. Ik zie allemaal namen. Maar ik heb geen PC. Ja, dat is pech. Ja, daar kan ik niet van maken. Ik zie heel veel namen. Ik zie echt elke naam voorbij komen. Dus iedereen, het is gewoon eerlijk gedaan. Ik, Lucas. Ja, deze heeft me gevolgd. Ja, deze. Deze. Zo. Deze is het geworden. En het komt ook gewoon omdat zij... Het is een zij namelijk weer... zij kijkt namelijk al... ik hoop dat ze wel Minecraft heet. Denk het wel. Maar zij kijkt sowieso elke keer. En ze deelt nu ook de stream. En ze is gewoon een dikke supporter van de stream. En het komt ook gewoon omdat ze gewoon elke keer bij de stream is en zo. Dus stel je voor dat je nu gewoon in deze zomer gewoon veel actief bent. Bij de stream en zo. Reageert onder de video's en zo. In de Discord groep gewoon... actief bent en gewoon lekker veel chat en zo. En gewoon lekker wat... Het hoeft niet te veel zijn, maar gewoon eens een keer een video deelt of zo. Weet je wel, dan onthoud ik jouw naam. Dat is precies hetzelfde wat ik nu ook heb. Maar dit is natuurlijk niet de enige giveaway. Oké, ik zie hier nog wel wat namen. De namen moeten natuurlijk wel doorstromen, hè. Ik zie nog een naam. Ik heb er al één. Ja, het is inderdaad een meisje, één. Maar ik wil nu eigenlijk wel een jongen kiezen. Dat is een beetje eerlijk, toch? Een jonge meisje, toch? Dat is, ik zie heel veel mensen. Ja, ik heb er één. Oh, het gaat heel snel. Ik heb er één. En, ik weet... Boas had ook heel erg de kans. Boas, ik ga nu al zeggen dat jij het in ieder geval niet bent. Maar ik had wel getwijfeld. Tegen jou. En ik ken die dingen ook. Juliette.
Maar waarom ik het niet jou doe, is dat jij misschien binnenkort wat chatmod kan worden. Dus, en jij hebt sowieso meer kans dan de rest, hè? Want ik bedoel, je bent lekker actief in de Discord. En als je dat blijft, dan kan het vanzelf wel. Dan denkt hij, shit. Maar misschien komt er wel iets veel toffers, hè? Wie weet komt er volgende week dat ik een PC kan giveaway, hè? Boas, wie weet. Het gaat natuurlijk waarschijnlijk niet gebeuren, Bach. Oké, ik heb nu twee namen. Natuurlijk. Dit was heel lastig, want ik bedoel, er zijn 136 mensen. Die kan ik niet iedereen... Ik kan niet iedereen... gunnen. Ik heb hem. Ik geef hem door. Ik ga het zeggen, jongens. We hebben dus nu een jongen en een meisje. Dit is iemand. Dit zijn twee mensen die ik vaker heb gezien onder video's. Tenminste, herken. Niet per se dat ik echt weet wat ze hebben geschreven onder een video. Maar gewoon... Eentje hiervan... Die herken ik gewoon ergens van. En dat is niet onder... Dat is gewoon echt onder video's, denk ik. En in de Discord en zo. En dat is dus ook gelijk waar ik mijn ogen op richt of zo. Gewoon, dat doet mijn brein gewoon onbewust. En nu wordt het spannend, hè? Nu wordt het spannend. Spannende muziek. Even wat harder. Mag je... Kevin, of deze weg, mag je op mijn kosten 5 keer mijn Topiwijdles krijgen? Echt. Dat zou echt insane zijn. Dat zou echt insane zijn. Moeten we wel even naar de stream. Moeten even laten regelen. Stuur maar bericht via Twitter. Ik heb nu even... Begaard geeft dus nu aan dat hij misschien nog eens een keer 5 keer een Mytopia bij het list wil doen. Een andere keer. Volgende week of zo. Dus dan... Wat is je Discord? Join mijn Discord maar. Ik gooi nu linkje. Kijk maar mijn Twitter. Kijk maar mijn Twitter, daar staat hij. Oké, daar gaan we. Iedereen is een zenuw aan het wachten. Ik ga het bekendmaken. Die zijn zo zenuwachtig, hè? Nou, het moet echt even... Nee. Deze. Daar gaan we. Nee! Ja. Ja, ik ben echt... Ja. Ja, weet je wat, boeit het ook. Ik ga deze gewoon doen. Oké. We zijn er. Hier. In mijn Topia. Waar jullie ook kans op hebben kunnen krijgen. Ik zie dat heel veel... Oh, die trouwens. Die Submitten Eno. Die heeft ook binnenkort heel veel kans. Ik zie ook heel veel mensen. Oké, daar gaan we weer. Toffe Tigo heeft misschien binnenkort ook heel veel kans. Zie ik nu. Oké, daar zijn we. De Mytopia whitelist van een maand. Geheel gratis. Krijgt... Oké, daar komt ie, hè. 5. 4. 100. Nee. 3. 2. 1. Ik wil het niet zeggen, maar ik ga het zeggen. Emily. Ja. Emily is namelijk een chatmod. Dat is de... Dat is een meisje, hoop ik. Dat het een meisje is. Het is Emily. Emily is namelijk heel vaak online bij mijn streams. En heel veel vaak in deeltestraal mijn streams. Dus doe dat zeker ook even als jij wilt meedoen met de stream binnenkort weer. Want ik ga gewoon... Of met de giveaways en zo. Want ik ga binnenkort weer gewoon heel veel giveaways doen. Wel een beetje zacht, hè. Oh. Oké, daar gaan we weer. Oké, we gaan nu voor de tweede, hè. Ik hoop dat Emily wel Minecraft heeft. Want ze heeft me gewoon een naam gegeven. Maar oké, ik zie nu iemand... Oh, dit is zo geniaal. Dus zet nu iemand in de chat GG. Die ook heeft gewonnen. Oh, dat vind ik zo leuk. Oh, daar gaan we. De tweede is... Van de giveaway. Ik ga het niet geloven. de Dutch Gamer heeft binnenkort ook veel kans. Dit is allemaal mensen die ik zie. Oké. En het is... Binnenkort dus weer meer Mytopia whitelisten. Dus voor mensen die nu niet winnen, die kunnen later winnen. Dus ik ga binnenkort weer livestreamen. Zo snel mogelijk weer. Deze week waarschijnlijk weer. Oké, en het is... 0... 9... 1... 0... Griekse I... O-R-A-M. 0-19... Joram is het geworden. Ja. 0-19 Joram is het geworden. Hoi! Hoi, iedereen is blij toch? Oké, de mensen die hebben gewonnen in ieder geval. Ik hoop dat de mensen blij zijn. Nee, echt? Oké. Leuk dat je kijkt, dat is Kevin. Oké, ik zie zoveel mooie mensen in de chat. Binnenkort
gaan er weer meer white listers komen. Maar ik moet even die Minecraft-namen onthouden. Weet je, ik ga ze even opschuiven. Het is wel even heel belangrijk, namelijk. Hier, zo. Zo. En even die Minecraft-namen, zo, zo. Ik hoop dat jullie het goed hebben geschreven. Jullie hebben het goed geschreven, toch? Het is, Emily, het is dit, toch? Emily, het is dat, toch? Klopt dat? Klopt dat? En Joram is gewoon, dit. Klopt dat? Klopt dat? Denk het wel, hè? Denk het wel, hè? Ja, ja. Oké, die van Dinges klopt. En klopt die van Joram? Goed. Top. Ah, ik ben zo blij dat ik weer mensen heb kunnen blij maken. In ieder geval, ik wil jullie hartstikke bedanken. Voor deze stream. Fortnite, ik ga deze keer niet Fortnite doen. De volgende keer, bij de sluipstream, ga ik gewoon weer, Fortnite spelen met kijkers na de stream. Want dat is natuurlijk gewoon een gewoonte, maar het is even... Ik heb ook last van mijn voet trouwens, want ik ben namelijk... mijn pace is namelijk een soort van, verrekt of zo. Dus ik wil gewoon even lekker rust pakken. Weet je wat? Oké, omdat ik sommige mensen heb teleurgesteld... Laten we gewoon even een chatmodje giveaway doen. Weet je, waarom ook niet? Waarom ook niet? Ik had het beloofd, toch? Join natuurlijk zeker dus nog even nog de Discord. Ik heb echt super veel berichten. We gaan even een chatmodje giveaway doen. Zet even zeker even je naam in de chat of zo. Maakt niet uit. Of zeg even mod in de chat of zo. Gewoon in hoofdletters mod. En ik ga... Even gewoon weer even een random... Gewoon iemand, gewoon even random. Die wel vaak in de chat... Ik zie nu trouwens al iemand die ik graag een mod wil geven. Weet je, en die geef ik gewoon mod. Ik denk dat de beste manier is om een giveaway te winnen. Even een geheime tip voor jullie. Om actief te zijn in de Discord. Ik lees wel bijna elk bericht. Dus als je gewoon actief bent in de Discord, onthoud ik je naam wel. En dat is precies hetzelfde wat ik nu ga doen bij iemand die een mod krijgt. Ik weet dat Luca ook heel vaak mijn video's kijkt, maar die zie ik heel weinig onder mijn video's. Dus Luca, 17L... Als je misschien meer in de video's doet of zo. Nu zie ik je alleen maar omdat toevallig Martje ook hier is. Dus wie weet ben je er omdat Martje hier was. Ja, Luca, ik ken jou wel, hè. Nee. Maar Luca, jij kan misschien binnenkort ook wel wat krijgen. Oké, daar gaan we. Daar gaan we. Ik heb hier zoveel zin in. Ah, ik heb hier zoveel zin in. Weer even... De Dutch Gamer heeft ook zoveel... de Strafe Gamers. Leuk dat je kijkt, de Strafe Gamers. Ik heb trouwens een ketting in mijn hand. Geen idee waarom. Oké, we gaan even een modje giveaway doen. En dit is waarschijnlijk iemand die heel actief is. Oké. Ik weet hem. Oh nee, wacht. Ja, nee. Nou ja, ik stop het muziekje, want ik twijfel toch wel hoor. Er zijn twee mensen die heb ik in gedachten. Ik heb de Dutch Gamer in gedachten en nog iemand. Oké, laten we wachten op de drop. Ik weet het. Ik moet gewoon een knoop dakken. We gaan volgende week ook gewoon weer een mod giveaway doen. Als het uitkomt. Als je mod bent trouwens... moet je niet mensen blokkeren. Gewoon alleen de chat in de gaten houden. En als mensen echt te veel spammen, waarschuwing geven en anders een timeout geven. Oké, daar gaan we. Daar gaan we. Oké, ik heb hem nu gegeven. Weet je wat? We gaan... Oké, wacht. Kijk. Oké, ik ga het bij de drop bekendmaken. Hij kijkt volgens mij nog niet heel lang mijn video's, maar is echt insane druk afgelopen paar maanden met het reageren onder mijn video's en zo. En in de Discord server. Ik ga zeggen, het is Semitino EGS geworden. Het is iemand die super actief is in de chat ook. Voor diegene, gefeliciteerd. Ik moet wel even eerlijk toegeven, ik zet de muziek nu op pauze voor de mods die nu het ook zijn geworden. Heel belangrijk, als je iemand een time-out geeft, moet je eerst een waarschuwing geven. En je moet wel even uitkijken wat je verwijdert. Stel je voor, verwijder eerst de comments. En als hij echt te veel spamt, moet je hem even een time-out geven. Van 300 seconden dus. Time-out geven. En anders nooit, nooit, maar ook nooit blokkeren. Echt nooit, nooit verbannen of zo. Oké? Dus niet doen. Niet verbannen. Alle mods die nu kijken, niet verbannen. Is dat duidelijk, Samito en iedereen Iris en zo? Niet verbannen. Gewoon alleen time-out en verwijderen. Echt niet doen. Dus, en anders dan, ja, als je het toch doet, ja, dat zou wel een beetje zonde zijn.
Ik ren nu door mijn huis, ja precies. Heb ik weer iemand blij gemaakt? Gewoon even een random chatmod giveaway gedaan. Wie weet kunnen we het volgende week weer even doen. We hebben deze week heel veel gedaan van Mytopia. Ook mijn place. En Fortnite. Dus kijk zeker dat ook even. Ik wil mod. Dat kan misschien binnenkort even delen. Maar ik heb even op het moment heel veel mods. Oké. Ik wil je hartstikke bedanken voor het kijken naar deze livestream. We hebben veel gedaan. Tot de whitelist er is. Geen idee, Joram. Hangt er echt vanaf. Maar in ieder geval, het komt zo snel mogelijk naar je toe. Ik moet even een leuk muziekje op doen, hè. Nee, dit is chill. Dit is chill. Ja, deze is leuk. Nou, ik ben zo van het muziek, hè. Ja, deze moet ik op. Deze is leuk. Oké, ik wil jullie allemaal bedanken. Ik heb weer goede mensen de whitelist gegeven. Binnenkort gaan we gewoon weer een giveaway doen. Want namelijk, Bayguard wil namelijk 5 whitelists van Mytopia sponsoren. Dat betekent dat een van deze dagen waar ik dus extra ga livestreamen. Want ik ga namelijk veel vaker extra livestreamen deze week. In deze zomervakantie. Dat kan je namelijk zien op de nieuws in mijn Discord. In mijn Discord ga ik dat bekendmaken. Join natuurlijk zeker nog even mijn Discord server. Op Twitter, Instagram en Discord ga ik bekendmaken wanneer ik extra live ga. En elke week vrijdag om 9:00 ben ik live. Ik wil jullie bedanken. Area 42 was fun. Er komt nog een vervolg op. En dat check ik jullie. Later! Voor de mensen die nu nog kijken, knal natuurlijk nog zeker even op dat blauwe duimpje omhoog. En ik check jullie later. En geniet nog even zeker van het nummertje nog. En dan check ik jullie later. En hopelijk bij een extra stream in deze week. En natuurlijk volgende week om 19:00 vrijdag. Ik check jullie later.